The average person tells 3 lies per 10 minutes of conversation. The Umbrella Academy. I think you're kind of overdoing it with the crazy part. In 3 short minutes, I destroyed a man's business, life, existence. Were you just flipping off the house? Not just your future. That depends on the outcome of our conversation. There's a war coming, boy. One ship isn't a war. One ship isn't what's coming. Say my name. Dames en heren, welkom bij deze allereerste aflevering van Pilotpraat. Het is een nieuw concept, voor mij in ieder geval, een nieuw programma waarin we wekelijks de pilotaflevering van een nieuwe serie gaan bekijken. Of een bestaande serie en kijken wat we daarin kunnen vinden. Want zo'n pilotaflevering is de aflevering waarmee de makers van de serie eigenlijk hun serie moeten verkopen. Niet alleen aan het bedrijf die het gaat maken zoals Warner Brothers, Amazon, Netflix, maar ook aan de kijker. En de kijker eigenlijk daarin moeten trekken. Daarvoor heb ik bij mij een aantal hele gezellige streamers. Namelijk CSM, Natvlees, Rox Nana en een muziekwetenschapper Diego Conce. Die hopelijk een wat serieuzere noot aan deze bende van ellende gaat geven. Welkom mensen! Wow. Hi. Hi, hallo! Goedenavond. Hey. Hoe is het met jullie? Prima, prima. Goed. Het is een gangetje. Helemaal lekker. Ja. Ik zag dat Sjors nog echt tot vlak voor deze stream zelf aan het streamen was. Ja, nog even wat eten daarna. Dus vandaar dat ik hier wat later aanschoof van de rest. Maar we zijn op tijd, daar gaat het om. Drukke dag. Ja, ik ben zelf ook op tijd. Dat vind ik ook wel een dingetje. Dat, ik ben zelf ook ja, lekker bezig. Ja. Lekker man. Maar leuk dat jullie er zijn, jongens. Fijn dat jullie mee willen doen. Het is, ik vind het toch wel een beetje spannend, hoor. Zo'n nieuw ding. En het komt van mij vooral vanuit een liefde voor series, eigenlijk. Ik kijk al zolang als ik me kan herinneren, kijk ik series. En Ik zie dat broertje kapot is in de cam. Oh jee, daar gaat hij weer. Gaan we fixen. Oh. Ja, ik ga gewoon op mijn PC. Heb je het alweer kapot gemaakt, Diego? Ik heb helemaal niks kapot gemaakt. Ik weet niet waar je het over hebt. Oké. Okay. Nou, dat fixen we zo meteen wel. Ik zeg in ieder geval leuk dat jullie er zijn. Nou ben ik eigenlijk wel even benieuwd naar een korte intro van jullie zelf voor de mensen die jullie niet kennen. En ik zou zeggen, ik begin bij Sjors. Vertel eens wat over jezelf. Ja, hallo. Nou, ik ben Sjors, ook wel CJSM en ik stream al bijna 3 jaar op Twitch. 28 februari, dus aankomende zondag, is mijn 3 jaar. Oh, nice man. Ja, super tof. En ik stream echt van alles en nog wat. Nieuwe games, ook soms wat klassiekers. En ik praat graag over van alles en nog wat tijdens de games. Dus ook hou ik van heel veel films en series kijken. Dus dat vond ik ook hartstikke leuk om hiervoor gevraagd te worden. Oké. Okay. Ja. Dus het ligt echt in jouw straatje wat dat betreft. Ja, ik wil wel wat meer series kijken eigenlijk de laatste tijd. Het is toch elke keer wel zo'n commitment, weet je wel. Zeker met een serie die al wat meerdere seizoenen heeft. Dat je dan denkt, oké, dan ben je echt uren verder. Nou ja, alles wat niet een sitcom is, dat moet je gewoon volgen. Anders dan raak je het kwijt. Ja, precies. En dan vind ik het toch wat makkelijker om soms gewoon te zeggen, weet je, een avondje een film kijken. Dan heb je tenminste van begin tot eind gezien. In plaats van dat je dan weer 5 seizoenen lang naar een of andere serie aan het kijken bent. Dus ik moet zeggen, de laatste tijd kijk ik wat minder serieus. Misschien kan ik het ooit nog oppakken. En Okke. Hi, ja. Ik ben Okke, oftewel Natvlees. Ik stream echt heel veel games, van alle soorten games. Voornamelijk wel Minecraft Geoguessr. Ik heb laatst ook Valheim geprobeerd. Erg toffe game, zeker aan te raden. Zeker. Echt toffe game. Ik kijk zelf ook heel graag series en films. Voornamelijk films, omdat ik net als Sjors, dat vind ik makkelijker. Het kost wel tijd, maar als je eenmaal invested bent in een serie, dan is het wel echt super tof, vind ik altijd. Ik kijk ook altijd naar films. Mocht ik, zeg maar, niet echt fan zijn van een film, dus mocht een film gewoon uit het niets komen, dan kijk ik altijd heel kritisch naar zo'n film. Heel slecht eigenlijk, maar ik doe het alsnog, kan ik niks aan doen. En dat vond ik en dat vond ik dus nu ook leuk om dan te doen bij series, bij dit programma. Ja, ik vind het heel leuk. Ook leuk om gewoon over te praten. Gewoon met vrienden of zo. Gewoon lekker over een serie praten. Lekker erover hebben. En dat vind ik altijd wel leuk. Ja, precies. Ja, zeker. En Roxy?
Hi, ja, ik ben dus Roxana. Ik streamde van alles. Nu is de frequentie wat minder, maar ben ik het weer aan het oppakken. Met de dingen die ik zelf nog het allerleukst vind. Op dit moment ben ik weer begonnen aan Apex. Ik speel het liefst eigenlijk RPG's, zoals Zelda en Horizon. Ik wil proberen te beginnen. Maar, Red Redemption is top. Ja, het is allemaal te gek. Ik hou heel veel van gamen en ik stream niet alles wat ik game. Maar ik ga Bowser's Fury binnenkort beginnen, dus daar heb ik heel veel zin in. Oh, volgens mij was Shores dat net aan het spelen. Ja, klopt. Ik heb hem uitgespeeld. Ja, hij is best kort. Ik heb hem gisteren uitspelen. Top. Ik heb hem van de week ook uitgespeeld. Alle 100 Cat Shines. Holy minder. Nice, nice. Oh, niet alle 100. Ik wel. Daar heb je hem niet uitgespeeld, hè? Ja, oké. Mario Maker lijkt me echt helemaal te gek. Maar ook lachen, ja. Er zit ook een prijskaartje aan waar ik nog even overheen moet. Maar, ja, wat nog meer. Ik stream 2 jaar. Ik heb geen idee hoe lang ik stream eigenlijk. Ik vind het heel hartstikke leuk. En, mijn hart ligt ook echt bij series en films. Ik kijk van alle troep tot aan de geweldigste dingen. Want ik vind alles wel het kijken waard. Behalve als er heel veel rommel in zit en negativiteit en... Terwijl ik stiekem toch wel ook best wel stiekem een investigation discovery check. Kan er niks aan doen. Het blijft toch interessant. Forensic Detectives was mijn grondslag voor die hype. Ja. Vroeger op wat was dat? Discovery Channel om 12:30 s'avonds, 12:30 s'ochtends. Wat is de eerste serie die jullie echt wacht even, laat ik eerst Diego niet overslaan overigens. Vertel jij eens even wat over jezelf. Ja, dit snijdt een heel mooi onderwerp aan, maar... Ik zal hem negeren. Dat doe ik al te lang. Broertje, vertel jij eens. Wat doe jij? Nou, veel mensen in de chat die zullen me al wel kennen. Broertje NL. Ik heb wel eens gestreamd, maar dat is niet echt waar ik me mee bezighoud. Is niet waarvoor je hier zit. Klopt. Veel mensen die zullen me gewoon kennen als het broertje van Kevin. Wordt ook... alsmaar een broertje genoemd door de hele chat. Ben iedereen's broertje. Maakt allemaal niet uit. Broertje van de community. Maar vandaag zit ik hier als muziekwetenschapper. Ik heb laatst ook mijn bachelor muziekwetenschappen binnengesleept. Dus hopelijk kan ik... Zeker. Dankjewel. Dus hopelijk kan ik ook wat nuttige dingen bijdragen vandaag. Vooral met muziek. Maar bij mijn studie heb ik me vooral ook gefocust op muziek en media. En mijn scriptie heb ik ook over videogames gedaan. En daar heb ik ook Twitch-streams in verwerkt. Het meest trots waar ik op ben, is dat ik toch wel een chat-message uit Twitch heb verwerkt in mijn scriptie. Oh. Wacht even, vertel. Hoe bedoel je dat? Dit wekt nieuwsgierigheid. Geef het ons. Ik was Breath of the Wild aan het spelen, Legend of Zelda. En ik had wat moeite om enemies te hitten en zo. En iemand in chat die zei tegen mij... Je moet je wat minder focussen op de beelden... maar echt luisteren naar de geluiden. En op het moment dat ik dat deed... eerst schreef ik natuurlijk wel op... wat de timestamp precies was van die opmerking. Maar je merkt daarna wel echt dat het geluid in die game... heel erg belangrijk is voor je timing van de hits. Want als je gaat focussen op de beelden in die game, dan gaat het echt niet goed. Dus in dit geval is het geluid sneller dan het licht. Nou, geen spoiler alert, maar wauw, echt sommige dingen. Als je een bepaald muziekje hoort en er komt iets in de lucht zweven. Ik weet niet wie Breath of the Wild, wie geen spoilers wilt, maar mag ik spoilers geven trouwens? Breath of the Wild is denk ik intussen zo lang al uit. Wanneer die draken komen, mijn god, echt. Oh, ik was echt verbijsterd. Dat geluid, die muziek is echt gek. Het is echt, wauw. Ik kijk en ik kan niet meer stoppen met kijken. Ik rende elke keer die draak achterna. Dat klinkt wel heel vet. Ja. Ik had mijn glider nog niet en ik viel. Hey, maar dat brengt me bij de vraag die ik eigenlijk net wilde stellen. Want jullie hadden het eigenlijk al over series die eerder gekeken waren en zo. Wat is de eerste serie... waarmee je echt dagenlang kon blijven kijken, zeg maar. Voor mij was dat echt de eerste seizoenen van The Walking Dead. Daar weet nog, toen hadden we net Netflix en dat was de eerste serie die me aansprak, The Walking Dead. En dat ben ik toen echt wel echt flink gaan kijken. Er waren volgens mij echt wel 3 seizoenen uit of zo. Ja, dat is nog redelijk recent dan. Dat is zeg maar een paar jaar geleden.
Ja, toen klopt. Toen is hij gepakt. Nee. Daarvoor was het. Maar toen ben ik echt gepakt. Daarvoor, ja, maar toen ben ik echt. Nee, dan ben ik echt. Dan ben ik toen echt veel. Ja, ik keek altijd wel iets van een serie of zo, maar nooit echt intensief. Maar echt Walking Dead ben ik echt gaan bingen toen, ja. Vond ik wel vond ik leuk. Tot aan seizoen 5 of zo, toen werd het ruk. Ja, vanaf seizoen 3 vond ik het al shit, man. Daar kan ik me wel een beetje in vinden. Ja, mooi. Ja, ik ga wel volgende. De eerste. Ik ben eigenlijk begonnen met anime, man. Dragon Ball Z. Death Note. GT toen de tijd. Note, ja. En Naruto natuurlijk. Oh man, dat is voor mij. Daar begon het bij mij eigenlijk als jonkie al. Van, kunnen we dit downloaden met Casa Light? Oh lord, die tijden. George kijkt echt zo van, wat is dat? Casa Light, ja, dat zeggen we niks eigenlijk. Nee. Maar... ik voel me ineens heel oud. Ja, maar ja, ik ben toch ook al 24. Maar heb je ooit van Netscape gehoord? Netscape. Nou, ik zit er dat is een beetje dat tijdperk. Ja, maar ja, ik ken LimeWire en zo. LimeWire. Ja, dat is een beetje het vervolg ervan. Oké. Dus ja, alles wat je downloadde. Oh, wat een generatiekloof hebben we hier te pakken. Gadverdamme. Ik voel me echt meteen. Ik denk, oké. Okay. Nou, laten we het weer over series hebben. Want, Shorts, wat was jouw eerste echt binge-worthy serie? Ja, ik vind het wel lastig hoor, want ik heb al zoveel media geconsumeerd in de 24 jaar dat ik hier ben. Nou goed, als baby weet je er niet veel meer van. Maar ik heb altijd heel veel van films gehouden. Ja, series ook wel. Films eigenlijk speciaal mijn ding. En ik wilde ook altijd nog steeds eigenlijk filmregisseur worden. Dus ik heb ook een cursus gedaan en eigenlijk korte film kunnen regisseren. Een beetje in de filmwereld mogen werken. De eerste echte serie die me greep, ja, er zijn er waarschijnlijk veel meer voor die tijd hoor. Maar... Kijk, degene die me altijd bijblijft, en dat zullen mensen wel herkennen, want het is natuurlijk, wordt het gezien als een van de beste series of all time, Breaking Bad. Vind ik nog steeds heel vet. Ik kan hem altijd weer opnieuw kijken eigenlijk. En ik merk ook wel dat ik het wel, ook bij Game of Thrones dan de eerste paar seizoenen, want daarna werd het wat minder als je mij vraagt. Maar vind ik altijd wel leuk om zeg maar bij Breaking Bad of Game of Thrones dan weer dus scènes die je echt heel vet vond terug te kijken, weet je wel. Die momenten weer te herleven. En ja, Breaking Bad is voor mij wel, als ik heel eerlijk ben, de gouden standaard. En als ik andere series kijk, dan ben ik het toch wel een beetje aan het vergelijken. Ook al is het totaal iets anders. Ben ik het toch een beetje aan het vergelijken met... Komt het in de buurt van Breaking Bad? Of hoe... Met de character build-up of iets dergelijks. Ja, precies. Daar kan ik heel goed over meepraten. Breaking Bad is wel echt mijn favoriete serie. Dat is echt... Van heel veel mensen. Ik vind hem ook wel in mijn top 10. Gedeelde eerste plek allemaal. Ja. ik vind het heel moeilijk om te kiezen, eerlijk gezegd. Maar Breaking Bad, oh mijn god, echt... Ik was ook meteen gegrepen, hoor. Maar elke aflevering is een uur? 55 minuten, een uur, zoiets. Ja. Ze snijden de reclames eruit als je hem online kijkt, zeg maar. Dus dan, Een echte aanrader is... Oh, ik lulde dwars doorheen. Maakt niet uit. Eentje die voor Breaking Bad voor mij de golden ratio had, was de Sopranos. Die vond ik ook echt... Mm. Die heb ik dus zelf niet gezien. Mijn vader was er heel erg fan van destijds. Ja, ik heb ook niet gezien. Moet ik nog een keer kijken hoor, want ik hoor van iedereen dat wel echt ook een hele goede serie is. Wauw, ja, en kijk dan niet Stewie Kills Lois en Lois Kills Stewie van Family Guy, want er zit een spoiler in van de Sopranos. Oh, echt ja? Dat je het weet. En Diego? Nou, ik denk dat het wel te zien is hier achter mij. En dat is ook wel... een soort van. Daar ben ik echt mee geïnfecteerd vroeger. Sorry. Ja. Ja, mijn huisgenoten nu zijn er ook niet per se blij mee. Stond net weer Friends op in de woonkamer. Dat moet ik ze toch wel even waarschuwen. Hey jongens, het kan zijn dat ik wat dialoog mee ga praten. Pas op. Dus Friends. Maar na al die jaren blijft het nog steeds geweldig grappig. Het staat helemaal nergens op. Dat is ook echt rewatchable. Je kan het gewoon blijven kijken. Ja. Maakt niet uit. Ben ik wel benieuwd, wat vinden jullie van Modern Family? Want Modern Family is eigenlijk dan ook wel een favoriete comedy-serie van mij, als we het over comedy hebben. Ik vind Modern Family echt top. Maar ja, daar laat ik per seizoen ook weer niet door. Nee, nou, Modern Family, persoonlijk... kijk, want Diego liet het net al een beetje vallen. Ik heb hem echt geïnfecteerd met Friends. Overigens, niet mijn eerste binge-worthy serie, dat was 24. Daar heb ik echt dagen aan verloren, letterlijk. Maar Friends heb ik inderdaad dusdanig vaak gezien dat je mij een random screenshot uit een aflevering kan sturen en dan kan je waarschijnlijk vertellen welke aflevering het is.
Dus dat is veel. Dat is heel veel. Oh, dat is heftig. Dat is heftig. Ja, hoor. Ik weet niet. Maar ik heb ook wel goed geheugen, dus dat helpt. Maar Modern Family heeft voor mij wel een beetje een soort van dezelfde feeling als Friends. Een beetje op hetzelfde losse niveau en herkenbaarheid. Maar de laatste paar seizoenen vond ik wel... geforceerd. De laatste paar seizoenen vind ik ook niks. Maar ja, ik snap wel op zich dat je... Het lijkt ook natuurlijk een beetje op The Office in de zin van ongemakkelijk in de camera kijken. Hè, dat soort dingen. Ja. Dat vond ik ook wel altijd heel erg leuk aan Modern Family. Maar goed, Over die slag. Dat slag. Die slag? Die slag. Die slag. Gesproken. Community. Oh, ja, ik heb nooit gebinged, dus ik heb altijd echt random afleveringen gezien. Kun je dat een sitcom noemen? Ik weet niet, ik vind het geen sitcom. Ja, comedy wel, maar sitcom. Het is comedy. Ja, sitcom is eigenlijk echt voor publiek, met zeg publiek. Maar. Ja, precies. Nee, ik vind Community is echt wel echt ook een favorietje van mij, hoor. Maar dan ben ik waarschijnlijk een lul als ik zeg dat ik How I Met Your Mother dus niet zo interessant vind. Oh, dat is wel... Ik snap het. Ik snap het. Ik vond hem op een gegeven moment lang worden, hè. Ik hoor heel veel Friends-fans altijd wel ook fan zijn van How I Met Your Mother. Want ik vind het ook heel erg lijken op How I Met Your Mother, als ik heel eerlijk ben. Zeg maar de setup van vriendengroep. Van vrienden, zeker. Ik vind maar hij doet het niet per se aan onder. Het is gewoon wat moderner of zo. En wat minder... ik kan het niet uitleggen. Wat het probleem wel was met How I Met Your Mother is dat ze eigenlijk nooit hadden verwacht om voorbij volgens mij het tweede of derde seizoen te gaan of zo. Dus het verhaal was tot dat punt eigenlijk bedacht. En daarna moesten ze het ineens gaan oprekken. En dat is soort van jammer. Wel gegaan. Maar ook weer niet echt. De climax vond ik net even wat minder interessant. Dan heb ik hier nou zoveel seizoenen. Maar dat was dus al dat was dus echt al jaren daarvoor. Was het de allerlaatste scène eigenlijk van die serie al opgenomen. Met de kinderen. Ja, die kinderen moesten dus een contract tekenen en zo. Had ik gehoord. Ja, precies. Nou goed, ik zeg, laten we richting de serie van vandaag gaan. Ik vind het waanzinnig interessant, maar anders dan houden we geen tijd meer over. Dat kunnen we elke dag doen. Ja, nee, eerlijk. Jullie zijn ook absoluut vaker welkom. Maar vandaag gaan we het hebben over The Boys. En The Boys, dat is een serie van Amazon Prime. Het is een Prime Original en dat gaat eigenlijk over superhelden. Maar dan van een hele andere kant bekeken eigenlijk. Een wereld waar superhelden zo normaal zijn... dat het eigenlijk overal te zien is. En eigenlijk 100% tegenovergestelde van Marvel. Waar ze alleen daar zijn waar de wereld op instorten staat. Hier houden ze ook de bank overvallen en weet ik veel wat tegen. Laat jij een trailer zien? Ik wil de intro wil ik even laten zien. En we zullen af en toe even tussen een wat clipjes laten zien. Jullie kunnen het bij mij meekijken, hier de gasten in ieder geval. Klik daar even in, dat jullie het ook kunnen zien. Op Discord en op de stream natuurlijk ook. Ik ga even de intro laten zien. Nou, eigenlijk wilde ik alleen dat even laten zien. Ik dacht al de intro, we gaan het hele, die hele eerste scène. Nee, niet de hele eerste scène. Er komen nog wel wat stukjes van terug zometeen. Ja. Dit is natuurlijk een gigantische knipoog naar Marvel. Ja. Het valt me nu pas op, zeg maar. Want ik heb het voor het eerst gezien. En nu valt me pas op dat er echt staat VOD Studios. Wat je zeg maar door de eerste aflevering heen achterkomt dat het bedrijf is van die superhelden. Dat valt me nu pas op dat het dat ook echt dat ze hier als intro hebben gebruikt. Ja. Ja. Dat is wel leuk. Ik vind het wel grappig verzonnen. Het is natuurlijk overduidelijke kritiek. Maar het grappige is, ik heb dus even gegoogeld waar dit idee vandaan kwam. Want ik dacht, is het nou een origineel idee voor de serie? Maar hij heeft huiswerk gedaan. Ja, een stripboekenreeks uit 2006 te zijn. Of van 2006 tot 2012. Oh, really? Dus het is wel grappig dat die stripboeken zijn dus uitgebracht in een tijd waarbij je natuurlijk wel... En je had natuurlijk wel superheldenfilms. Batman Begins was toen al uit. The Watchmen kwam net uit. Maar niet nog die hele Marvel storm met die Marvel Cinematic Universe. Dat kwam pas in 2010 eigenlijk. Dus het is heel grappig hoe die stripboekenserie dan al eerder een beetje zo dit idee had. Ja. Dat ze dat dus later nu voor Amazon dan een serie van hebben gemaakt. En daar natuurlijk
social media, wat de afgelopen 10 jaar natuurlijk helemaal in is. En die Marvel films die allemaal populair zijn, dat ze daar heel mooi op in kunnen spelen. Dus dat is wel grappig, want ik dacht echt, dit is sowieso bedacht om helemaal Marvel heen en zo. Maar eigenlijk stond het dus een beetje nog voor die cinema boom van superheldenfilms. Vond wel grappig. Ja, als ik wil dan meteen inhaken op het eerste moment dat je eigenlijk je vraagtekens gaat zetten bij hoe superhelden zijn. Ja. Dat was mijn eerste timestamp. Wat een geweldige special effects het waren. Oh mijn god, maar ook super macaber. Ik ben zelf niet echt van de bloed. Maar ja, hoe je dat noemt, er zijn een paar van dat soort momenten inderdaad. Laat ik daar ook even een klein stukje van laten zien. Homelander? Your boy's okay? Ja, goed. Hij gooit natuurlijk de bad guy die hij al lang overmeesterd heeft. Gewoon een meter of 30 de lucht in. Laat hem ergens neerstorten in een auto. Dat kan echt en die niet. Kijkt gewoon super blij om van, hey, zullen we een foto nemen? Dat is wel echt meteen gewoon instant. Dit is op 2 minuten in de aflevering. Ja. Is dit wel gewoon toonzettend eigenlijk. Heel toonaangevend, ja, man. Echt. Zeker. De eerste keer dat ik keek, had ik niet per se dat idee. Die toon werd voor mij pas echt veel later gezet. Maar als je er dan terugkijkt, dan denk je wel, oh ja. Dit was het. Ja, je wordt het inderdaad. Dit was het ding. Ik had het kunnen weten. Maar aan welke kant dacht je eerst dat het opging dan? Ja, dat vraag ik me ook al af. Ja. Ja, dit is dit moment is er één van en niet veel later. Ik denk op 5,5 minuten of zo komt er nog zo één. Ja, dat is eigenlijk letterlijk voor iedereen wordt het dan echt duidelijk dat er iets heel heftigs gebeurt. En door de heftigheid van die scène haken misschien ook wel mensen af. Maar zullen er vast ook mensen zijn van, oh, dit wordt nu wel interessanter. Laten we eens verder kijken en dan... Ja, ik vond het wel heel vet. Wat jij al zei, Roxana, met de special effects hierin, vond ik heel tof gedaan. En zeker ook de manier waarop het in beeld gebracht is, dat je denkt, als het zou gebeuren, zeg maar, dan zou het ook voor het hoofdpersonage, dan zou het zeg maar ook gewoon zo gebeuren dat je gewoon zo staat en denkt, hè, wat gebeurt er nu opeens? Je kan het nog helemaal niet verwerken en dan later pas komt die realisatie. Ik vond het wel heel goed gedaan ook. Ja, echt. Ja. Ook, het was ook eerlijk gezegd, ik werd erdoor overvallen wel. Ik denk iedereen wel, die dit kijkt op dat moment. Je gaat helemaal in op die chemie tussen die twee hoofdpersonages die dan worden geïntroduceerd. Die jongen en dat meisje. Ja, die zijn op dit moment inderdaad nog niet geïntroduceerd in de serie. Ja. Nee, ja, want ik dacht echt van, nu komt er een leuk, weet je wel, vriendinnetje, huppe de pup. En dan opeens, bam! Ja. Gebeurt hier nou? Ja. Zullen we dat even laten zien? Oh, jij had een timestamp doorgegeven. Ja. Misschien is het leuk om dan zeg maar achteraf te laten zien, na het stukje waar het heftig gebeurt. Ik denk dat het leuk is om daarna te laten zien, want het is een leuk detail, zeg maar. Oké, nou, in ieder geval, er worden twee personages worden geïntroduceerd. Nou ben ik heel even in alle drukte de naam van, van die jongen ben ik vergeten. Yui, was hem, dankjewel. Yui. Die wordt geïntroduceerd eigenlijk vlak na deze scène als een beetje de stumpige jongen die in een elektronicazaak werkt. En eigenlijk niet zo goed initiatief durft te nemen. Dat wordt heel duidelijk in beeld gebracht doordat zijn vriendin hem vraagt van, hey, heb je nou al je baas gevraagd om het een of ander te doen? Ja. En vervolgens lopen ze over straat en dan gebeurt er... Ik ben even nog het juiste momentje aan het zoeken. Ik zeg, hier komt hij aan. Don't you ever besmirch Billy Joel. Ik kan niet stoppen.
Ja. Nou, en dit is vijf minuten ongeveer in de serie. En ja. Je hebt zoiets van... Wat? De allereerste keer dat ik dit zag, ik was echt lichtelijk gechoqueerd. Ja, ik ook. Dit is waar echt die toon wordt gezet. Want het mooie vond ik ook echt, van ze zijn opeens gebeurd iets. Wat ik zo mooi vind is dat het dan dat het in slow motion gaat. Dat je echt heel lang aan het nadenken bent van, wat gebeurt er nou precies? Ja. En dan zie je dat bloed en dan is het een vrachtwagen die heel snel gaat of zo. Nee, dat kan niet. Die gaan niet zo snel. En dan is het gewoon een dude die aan het rennen is. Wordt ze neergeschoten? Is er wat gebeurd? Ja, je bent heel lang aan het nadenken op de over. Dat is wel echt heel vet. Ik moet wel zeggen dat ik wel vond dat die relatie... Ja, oké, ik kan wel heel erg de diepte induiken. Maar ik ben best wel kritisch als het aankomt op dit soort dingen, hoor. Dus ik kijk heel kritisch naar films en series. Ik vind... dit vond ik een sterk stuk. Daarvoor en hierna ook hoe de dood van dit meisje wordt behandeld, vind ik absoluut bizar. Dat, zeg maar... Kijk, ik snap dat het een grap moet zijn ook. En dat vind ik zo lastig, hè. Balanceren tussen grappig zijn en ook tegelijkertijd wel zware dingen als je vriendin die doodgaat. En ik kan er gewoon zo slecht tegen, want ze gaan dit dus behandelen. Voor hem is het natuurlijk super shocking. En wij hebben dat ook zo ervaren, want met hem zien we haar doodgaan. Want even voor de mensen die meekijken. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat advocaten van Vought, die komen langs en die vragen hem om een contract te tekenen. Een non-disclosure agreement, om er niet over te praten. En dan krijgt hij $45.000 krijgt hij daarvoor. In zijn hoofd wil hij daar heel agressief op reageren. En vervolgens snijdt het naar een scène waar je hem heel nerveus ziet van mag ik erover nadenken? Ja. Precies, ja. Ik begrijp wel waar je naartoe wil, George. Dus, het is, ondanks dat het de diepgang zou moeten hebben, om toch dat countergewicht te geven van het mag dan wel grappig zijn. Dat zit er niet echt in. Ze maar ik denk dat vol erop door. Ja, ik denk dat juist ook het punt is. Want ik had hier opgeschreven. Je ziet Yui echt mentaal kapot gaan eigenlijk van binnen. Mm-hmm. Hierna. Hij is echt helemaal naar de kloten, die gast. Maar dat zelfs zijn pa, zijn vader staat niet aan zijn kant. Die zegt van pak nou gewoon het geld, joh. Doe niet zo moeilijk, weet je wel. Je gaat er niet winnen. Staat aan zijn kant. Hij staat er alleen voor, zeg maar. Dat is, ik denk dat wel een beetje een factor. Maar het is de manier waarop. Kijk, ik snap dat je vader niet aan je kant staat, want het ging om het idee natuurlijk. Even voor nog duidelijkheid. Die superhelden hier staan allemaal onder contract van een grote organisatie, Vought. En die komt natuurlijk langs en die zegt, hey, het is vervelend wat er gebeurd is met je vriendin, dat ze doodgegaan is door een van onze superhelden. Maar we hebben hier een contract, we bieden je €45.000 aan en dan praat je er niet meer over, want het is slechte publiciteit voor ons. En die vader zegt, neem dat geld gewoon aan. Maar wat erger wat die vader zegt, die zegt ook gewoon, nou, het was wel een mooie begrafenis. Lekkere hapjes, dat ik denk, het is toch echt compleet debiel geschreven. Dat is wat er uit die vader komt. Zeg maar, ik snap dat het een grap moet zijn, maar het is gewoon, ik weet niet. Nou, dat is niet hoe ik het heb ervaren, hoor. Ik heb het meer ervaren als de vader die probeert een ongemakkelijke situatie een beetje te doorbreken met zogeheten small talk. Nou, dat meen je niet. Dat is toch niet hoe je dat doet? Je zoon, zijn vriendin is voor zijn maar omdat die vader... En dan ga je dat op die manier doen? Ja, nee, maar die vader laat wel zien dat die vader eigenlijk ook dus geen lef heeft en geen fight in zich heeft zitten. En het maar een beetje goed probeert te maken. Ik vind, dat snap ik, dat die vader die eigenschap heeft en Yui zelf ook. Maar je kan wel aangeven van, ik zou er wel wat aan willen doen, maar het is verstandig om het niet te doen. Maar hier is die vader gewoon van... een zwakkeling. Vervelend voor je, maar we gaan weer verder. Ik denk dat dat die vader mag wel... De character is van die vader, zeg maar. Dat het echt dat je, dat je denkt van... Hey, joh, vader, houd toch op, man. Je bent echt vervelend. Dan vraag ik mij dus af... Bestaat... Kijk, en ik ben dus echt een lul hiermee. Ik ga er misschien al veel te hard in, hoor. We zijn pas net een half uurtje bezig. Ga je gang. Maar ik ben dus altijd aan het nadenken van... Kijk, ik wil helemaal meegenomen worden in zo'n wereld. Weet je, of het nou The Walking Dead is, wat jij net beschreef... of Game of Thrones, of dit met superhelden. Ik wil gewoon... meegenomen worden dat ik denk van ja, als die wereld zou bestaan, dan zouden die personages zo reageren. Maar je gaat me niet vertellen dat een vader zo reageert. Dat kan, dat geloof ik gewoon niet. Ik geloof wel dat een vader een watje is en zegt neem het geld. Ik geloof ook dat een vader onhandig kan zijn met zijn uitspraken. Maar hij moet ook iets kunnen tonen van ik kan je niet vertellen hoe je nu moet voelen, want ik snap dat het heel kloot is. En dat gaat gewoon zo snel voorbij. Van niemand, behalve die Yui zelf,
maak er een grote deal van. Waar zijn de ouders van Robin, dat meisje? Ja, maar er is geen countergewicht. Ja, no one gives a shit, ja. Behalve hij. En dat vind ik zo raar, weet je. Kijk, ik snap dat die superheldenbusiness no one gives a shit daar. Dat is de bedoeling. Maar zijn vader en zo, die mogen toch wel iets meer zeggen van... Ja, hey, ja, want daarin wordt het wel sterker... daarin kan ik me wel meer voorstellen dat de wereld er zo uit zou zien, zeg maar. Daar heb ik ook wel wat opmerkingen over. Ja. Wat later in de aflevering gebeurt, daar sta ik versteld van hoe accuraat dat zou kunnen zijn. Hoe plausibel dat eigenlijk is. Dus die plausibiliteit wordt wel echt Los van de laserogen vliegen en dat soort dingen. Ja, dat maakt dus niet uit. Want dan kan je er best in mee, zeg maar. Dat zou nog iets kunnen zijn in die wereld. Zou je kunnen begeven als in Harry Potter of Game of Thrones, wat je zegt. Weet je wel? Je voelt echt dat die hele wereld zo is. En daarbij inderdaad wordt er toch meer nadruk gelegd op het comedy aspect. Eerder dan het aspect dat er iets werkelijk iets serieus gebeurt. Waar iemand helemaal kapot van kan zijn. Mag ik nog even een reactie? Want ik ga de chat nu ook meelezen. Misschien wil je dat liever niet hoor, Kees. Je moet het zeggen. Maar ik zie Kippensoepje zeggen... Die chick heeft 1 minuut screentime. Nobody cares. Maar dan denk ik... Voor hem... Zeg maar, mij boeit het ook geen reet. Ik bedoel... Nou ja, hey, ik vind het lullig voor Yui. En Yui is hier de hoofdpersoon. Dit is zijn drive. Hij moet er natuurlijk wel fucking veel om geven. En het moet zo gebracht worden... Dat wij als kijker kunnen begrijpen... Goh, wat kloten voor Yui. En dat snap ik. Dat is op zich goed allemaal overgekomen. Maar al die mensen eromheen, dan denk ik... Oké, iedereen is gewoon een fucking debiel, behalve Yui. Ja, maar ik denk dat ze daar naartoe hebben geschreven... omdat hij er dan zo alleen voor staat... dat hij zelfs een sleazy bastard als die maar vertrouwt. Maar, saillant detail daarop, hè? Ja. Want je zegt wel nobody cares... maar de kijker geeft daar ook niet om. Maar het gesprek begint... met dat zij samen gaan wonen. Dus de relatie is echt een hele serieuze relatie. Het is zijn liefde... En het punt in die scène is dat die liefde wordt ontnomen. En dat is eigenlijk het startpunt van deze storyline. Want er zijn meerdere storylines en daar komen we zo meteen ook nog wel even op. Ja. Roxy had een momentje aangevinkt. Waarvan op 12:25, en ik ga die heel even afspelen. Met een klein beetje lead time weliswaar. Don't worry, I didn't get the job. You don't know that. They're auditioning girls nationwide. Besides, Countess probably got it. She's so good in a room. Negative things happen to you. Ja, dit is... ik ben best wel een positiviteitsguru. Ik denk dat jij er ook wel nice. In, Casey. dit is de kracht van manifestatie. maar even heel casual erin gebracht op zo'n, in zo'n iets wat... semi-oppervlakkige serie, wordt er toch even een mooie mantra uitgesproken. En daardoor werd ik wel wat meer gepakt. Ik denk, er is toch iets... Er zit toch een laag in waar mensen toch een soort van diepgang hebben. En die miste ik inderdaad ook bij de vader van Yui. Waar zij toch wel wat meer betrokken oogde. De band tussen haar en haar moeder is naar mijn idee inderdaad geloofwaardiger dan de band tussen Yui en zijn vader. Ben ik het mee eens. Deze mantra wil ik op mijn deurmat. het is grappig dat je dit aanhaalde, Rox. Want ik zat zelf ook wel te denken van... Goh, wel een goede uitspraak inderdaad. Hoe dat zo erin casual ingedropt wordt. Wel grappig dat jij dat ook opgemerkt hebt. Nou ja, wat ik zelf toevallig in echt precies dit moment wel heel tekenend vond... was dat zij zegt van ja... heel veel meiden die doen auditie voor deze functie... En ze hebben het over de Seven van Vought. Dat is zeg maar de Avengers uit deze wereld. Waar zij bij wilt komen. De 7 paradepaardjes van Vought. Precies. Mm-hmm. Yeah. En dat krijg ik toch nooit. Dus je ziet eigenlijk dat superhelden een commodity zijn. Het is iets wat er gewoon overal is. En superkrachten zijn niet eens speciaal meer. Maar je wilt wel daarbij horen. Want dat groepje zijn de elite. Dus dat is tekenend voor de wereld. Ik vind het juist mooi dat alle zeg maar, superhelden worden echt gewoon genormaliseerd. Zeg maar. Dus echt inderdaad het bedrijf en een hele markt. Weet je, superhelden worden gecontracteerd voor zoveel miljoen... alsof je voetbalspelers aan het kopen bent. Ja, precies. Ja. Dat vond ik wel mooi dat het echt genormaliseerd wordt. En dat ook de focus niet zozeer ligt op superhelden die de wereld redden... maar echt op het wereldje erachter. En dat zie je ook hier heel goed. Daar zit gewoon een superheldin, gewoon lekker bij de moeder, hoodie aan... maar nog wel de superheldenpakje. Lekker rustig. Dat vind ik goed gedaan. Dat vind ik heel mooi. Ja, heel veel subtiele dingen die een extra dimensie geven. Daar heb ik ook nog wel een paar timestamps van in de wachtrij staan. Wat ik ook wel in deze scène vond, was Starlight zich wel ook gelijk heel erg likable maakt. Ook reactie als ze uiteindelijk te horen krijgt, je zit erbij.
gelijk gillen en dat soort dingen. Ja. Ja, nou, je kan met haar Antoon ook. Je kan een beetje in haar vinden, zeg maar. Weet je, als iemand die een sollicitatie doet voor gewoon een bedrijf. Ah, oh, ik heb het echt niet gehaald. Weet je, veel te slecht. Als je dan horen krijgt dat je wel haalt, dan ben je natuurlijk super blij. Dus dat eigenlijk hetzelfde hier. Maar dan word je opeens een superheld bij de grootste superheldenorganisatie van de wereld. Ja. Ja. Het stukje wat jij aan had, Diego, zullen we dat heel even bekijken? Let's do it. Hello. Yes, this is she. I got it. You got it! Heel typisch. Ja. Zo van, oeps. Je wordt bijna boos, joh. Ja, precies. Dingen omgooien. Ja, nee, ik vond dit ook echt een heel mooi momentje waar ik mezelf ook wel echt in kan vinden. Dat als ik goed nieuws hoor, eigenlijk meteen al super blij wil doen. En dan denk ik, nee. Echt cool. Oh. We zijn kalm. Dat heb je precies. Radio. Op de radio heb je altijd dat mensen een quiz kunnen doen of zo. Je hebt 2 kaarten voor U2 gewonnen. Ja. En dan denk ik, ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, precies. Ik denk dat ik wel wat realistischer erin zou staan of zo. Ik weet niet. Ik heb dat nooit gehad dat ik echt helemaal long uit mijn lijf schreeuw. Ik vind het wel leuk om te zien, maar ik zou het denk ik zelf niet echt kunnen. Ik vind het wel tof. Nou ja, ik zou het nooit hard opdoen, maar echt in mijn hoofd, zeg maar, is het wel meteen één grote parade. En als het aan de telefoon is, dan... Nou ja, goed. ik zal mezelf niet voor lul zetten. Maar ja... Nee, dus ik kan me hier stiekem ook wel een beetje in herkennen. Dus dat is wel grappig. Mm-hmm. Roxy had een puntje aangemerkt. Eigenlijk op het moment dat Starlight dus inderdaad onderdeel is van de Seven. En ze zijn daar op kantoor. En dan... Dit is het eerste moment eigenlijk dat je ziet dat voor de kijker heel duidelijk wordt... dat de superhelden hier in een kwaad daglicht staan. Dus dat eigenlijk de antagonists de superhelden zijn. De superhelden zijn eigenlijk de bad guys. Ja, de superhelden zijn de bad guys. Dat vond ik wel mooi. Ik ga het even laten zien. Ja. Oh ja, zij vertelt natuurlijk dat een poster van hem aan haar muur hing vroeger. What? I mean, you said you had a crush on me. I figured that, you know... Whoa, hey, look, you're gorgeous. I'm not talking about sex. Just a little bit of pole smoking. Ik kan hier maar één ding op zeggen. En dat is meteen ook wel tekenend, denk ik, voor wat ze willen laten zien. En dat is hashtag MeToo. Meteen het demoniseren van eigenlijk die hele organisatie hiermee. Ja. Maar wat ik ook wel interessant vond wat Rocky zei, dat dit eigenlijk het eerste moment is dat het duidelijk wordt dat de superhelden eigenlijk niet zo goed zijn als ze willen voordoen. Maar eerder in de serie, als je een interview ziet van een van de superhelden van Vought, dan zie je de persmevrouw op de achtergrond, zie je een beetje wantrouwend ook kijken naar die superheld. En dan kan je toch al wel een beetje opmerken van, hey, wat is hier aan de hand? En natuurlijk ook dat A-Train een meisje helemaal aan gort rent. Dat, Ja, ik had er ook opgeschreven hier, voordat deze scène had ik opgeschreven, ik heb het idee dat Vought juist niet de helden zijn die ze denken dat ze zijn. En toen gebeurde dit. Maar oké, is dat weer tijd voor een beetje kritiek of niet? Jazeker, ga je gang. Ik heb het probleem dat we niet gezien hebben van tevoren bij dit meisje wat ze nou eigenlijk precies doet als superheld. Ze zegt wel, ik ben van Des Moines in Iowa, ben ik de superheld. En ze heeft een leuk pakje aan en de moeder is heel gedreven, maar we zien er nooit in actie. En we weten ook niet wat... Bij de auditie. Alleen in de montage in thuis, toch? Nee, bij de auditie. Laat ze er de krachten zien. Ja, in de auditie. Maar dat is in een stilstaande ruimte, doet ze even flits en that's it. Ik bedoel, dat is ook wel de superkracht. Ja, maar ik vond het bij de auditie leek ze heel klungelig. Want ze gooide wat om of zo. Ik denk, moet dit dan een nieuwe superheldin worden? Dit wat doet, iedereen wordt blind, alles gaat kapot en ze gooit wat om. Denk van, is dit hoe het werkt? Ik vind het ook raar, want zij heeft denk ik dan... En ik heb dus nog de serie niet verder gezien naast de eerste 3 afleveringen. Maar zij heeft denk ik dan toch wel een soort geschiedenis al in het crime fighting. Want ik ga ervan uit dat The Seven,
de grootste zijn toch wel... Ja. Daar kom je niet zo maar. De allerbeste. Ja. Ja. Ze hadden het over 200 superhelden in Vought. Dus dat de Seven, ja, dat je daar dan bij komt, dan moet je echt heel goed zijn. En zij komt dus voor het eerst in dat the hele cream of the crops. En zit meteen in de Seven. En ja, ik snap niet waarom, maar ja. Ik vind dat wel, laten we wel wezen, dit gaat om de paradepaardjes van de Seven. Of van Vought. En ik denk dat hier inderdaad heel duidelijk naar voren komt dat het niet echt om je superkrachten gaat, maar om hoe likable je bent. En, dus eigenlijk wordt dat ook gebagatelliseerd op een subtekstniveau, vind ik dat. Dat voel ik ook zeker wel. Alleen, zij moet nog wel, zeg maar, zij moet zelf wel het idee hebben natuurlijk dat het wel echt de beste helft is. Ja, zij is juist heel erg flabbergast dat ze denkt, oh, het zit allemaal anders in elkaar en het gaat alleen maar om de looks en om het geld. Zij denkt eerst wel, dit zijn de beste superhelden ever. Nou, wat je wel hoort in de serie is dat ze... Ik weet niet of... Volgens mij is het in deze scène ook. Vlak voor het onzedelijke momentje. Onzedelijk wel. Oké. Wat een mooie uitspraak. dan heeft ze het ook over alle apparatuur en zo die er staat. En dat zij vroeger dan alleen maar gebruik kon maken van een oude politieradar en zo. Ja. Dus je merkt wel dat ze die ervaring wel heeft, maar... Het is een visueel medium. Laat me iets zien van hoe het voor haar was om in Des Moines de superheld te zijn en dat haar moeder maar dan zegt... Maar misschien komt van... die backstory nog, hè? Wacht even. Wat je nu zegt... De reden dat ik dit aanhaal is omdat deze scène waarin zij dus iets moet verrichten, seksuele handeling moet verrichten om bij die Seven te horen, werkt voor mij alleen als ik weet hoeveel dat voor haar betekent. En ze zegt wel dat het heel veel voor haar betekent, maar ik zie niet in de wereld en in hoe zij in de backstory... Ja. Ik zie niet de drive dat ik denk, waarom ga je hierin mee? Weet je, waarom nou, wil je dit? Er zijn twee puntjes, hè. Op het moment dat ze aankwam, dat vond ik zelf wel overigens een beetje raar, maar het sluit wel een beetje aan op wat jij zegt. Op het moment dat ze daar aankomt, staan daar duizenden mensen haar toe te juichen. Starlight, we love you, bla bla bla, helemaal fan. En ze trekken eigenlijk een soort vergelijking tussen filmsterren en superhelden. Tuurlijk, de superhelden zijn eigenlijk de filmsterren. Daarom die auditie ook. En daarom dat je ook niet per se al superveel ervaring hoeft te hebben. Want als jij eenmaal ergens voor gecast wordt, dan kan dat zomaar je big break zijn. En dat kan gewoon in een A-list movie zijn. Maar ik vond het wel een beetje raar dat zij niet begreep dat voor haar was. Want zij weet zelf wat het betekent. Maar die hoeveelheid mensen, die laat wel zien dat het wat betekent. En dat je dan echt bij de top van de top hoort. Die daar op de achtergrond. Ja, je bent al 2,7 punten gestegen. Weet ik ja, precies. Maar wat ik dus dan zo gek vind, is dat je dus, daarvoor heb je scènes waar zij in de eentje in de achtertuin aan het trainen is met haar moeder, die dan vertelt, bla bla bla, die wil dat je het goed doet. Dat ze een beetje een background story vertelt in die camera, dat ze een auditie doet. En daarna staan er opeens tienduizenden mensen voor haar te klappen. Ik mis haar relatie met het publiek. Ja. Waar is zeg maar... Nee, dat ben ik met je eens. Iedereen al wie zij is? En daarom wil ik dus zien, hoe was dat in Des Moines toen ze nog solo superheld was? Ja. Had ze toen dan ook al een stuk fans dat mensen een beetje... Misschien dat het later komt. Ja, precies. Durf je dat te gokken dat dit later komt? Maar dan maakt het niet meer uit. Want ik vond dat van cruciaal belang om haar motivatie om toch door te gaan in de Seven. Want ik snapte dat niet. Om op de knietjes te gaan, zeg maar. Ik ben zo behandeld door zo'n fucking piepo. En ik snap wel dat het iemand is waar je naar opkijkt. Maar als je erachter komt dat die zo in elkaar zit, ga gewoon weg, weet je. Je zit toch in Des Moines. Ze werd een beetje geblackmailed. Ja. Ze had toen al die schermen kapot gemaakt en zo. Dus hij zei al, we gaan helemaal zwart maken als je niet... Ik weet echt wel waar je naartoe wil, hoor. Maar laten we even vaststellen dat deze serie, qua diepgang, er misschien wel subtiele, leuke uitspraken zijn. Maar over het algemeen... is deze aflevering waarschijnlijk nog wel iets wat aan de hand. Daarnaast, wat ik ze wel na moet geven, is dat ze hier natuurlijk wel eigenlijk een compleet andere wereld neerzetten in één pilotaflevering. Ze willen echt heel duidelijk afzetten tegen een Marvel. Een established world, inderdaad. Maar wat ik zeg, het had prima gekund als je misschien nog iets van een scène van dat je een beetje begreep wie zij nou echt dat ze is. Dat iemand heeft gered in Des Moines of wat dan ook. Ja, gewoon zoiets simpels, Hierna hadden we een... Zeg maar. Dit is inderdaad een stukje dat het eigenlijk heel... ik vind het best wel grotesk gebracht op een heel simplistische manier. Waarin Huey met die shady guy over straat loopt. En hij vraagt van, waarom zouden ze dit doen? En dan zie je
dan een heel mooi shot. Wat ik zelf echt een heel mooi shot vond, cinematografisch gezien. Nou, ik gok zomaar dat we echt letterlijk naar hetzelfde shot gaan. En die had Diego had die aangedragen. Namelijk de soepbar. Laten we het even kijken. Oh, die soepbar. Ja. Ja. Die is ook heftig. Jij bedoelt op het plein met al die billboards, ja, toch? Ja. Ja. Bizar, dit. Ja, dit is John-like level. Holy shit. Pick your jaw up off the floor and try to blend in. This is the only place where the soups can scratch that filthy little itch without the patch. Deze gast ook. Dit is top, dit is heel grappig, ja. That's Ezekiel. Keeps for Christ's sake. Deze is ook heel bizar. Preaches all that pray the gay away shit. No. Ja. Ja. Ja, intens deze. Zeker, absoluut. Ja, niet alleen qua beeld, maar ook de muziek hier was heel erg interessant. Ik was wat verder ingedoken ook op de muziek natuurlijk. Ik ben erachter gekomen dat dit nummer, dat heet Baby Did a Bad Thing van Chris Isaak. En dat is toch wel een hele mooie intertextualiteit. Dus een mooie referentie naar een ander nummer. En dat zie je wel heel vaak ook in films terug, dat dit soort dingen worden gedaan. Het gewoon gebruik maken van betekenissen die mensen al aan popnummers hebben gegeven. Ja. Mm-hmm. Ja, dat is... Maar weet je ook of dit nummer hiervoor gemaakt is? Of dat ze het hierop toepassen? Ze passen het hierop toe. Dat zie je echt heel veel in films. Ik zal er ook later nog even op terugkomen. Dan zal ik wat voorbeelden noemen bij een andere scène. Maar in heel veel films gebruiken ze gewoon populaire muziek. Omdat mensen daar al een idee bij hebben. Je kan ook bijvoorbeeld denken aan klassieke muziek. Heel veel symfonische stukken en zo, die worden in films gebruikt. En dat kunnen ze doen, omdat daar ook al betekenissen aan zijn verbonden. Ja, mensen zijn op die manier geëducated eigenlijk door de filmindustrie. Mm-hmm. Precies. Ja, vet. Ja, nou ja, en die bar laat natuurlijk... Is er iets te lezen ergens? Sorry. Ongetwijfeld. Dat wilt hij vast wel delen. Maar je ziet ook wel in deze bar natuurlijk dat dit is eigenlijk gewoon de definitie van godlos. Alles wat niet kan, wat niet mag, dat gebeurt daar. En dat is eigenlijk hoe ze zich ook gedragen, die superhelden. Zij staan boven alles en zij kunnen alles. En ja, dat gaat eigenlijk door op de rest van de serie. Losgeslagen popsterren zijn het. Nou, maar dat is wel het beeld wat ze schetsen natuurlijk. Ja, overal in de filmwereld en zo kan je ook hele grote billboards zien. En in een winkeltje dat allemaal drankjes en weet ik veel wat, ontbijtgranen. Allemaal met de foto's van de superhelden. Er zit een heel kapitalistisch systeem achter. Ja. Fun fact. Ja. Fun fact, de eerste scène waarin Huey geïntroduceerd wordt. Waar hij dus in de winkel hangt. Volgens mij hangt ze George of niet? Of hij zit gewoon heel stil? Nee, hij zit gewoon heel stil. Ik zit te luisteren. Hij zat over de living statue. Hij hangt daar een... ik weet niet precies wat het was. Volgens mij een muis of zo. A-Train branded. En A-Train is dus de superhero die daarna zijn vriendin letterlijk van de wereld af heeft geveegd. Dus dat is natuurlijk super opzettelijk gedaan. En dat zie je pas eigenlijk als je het weer een keer terugkijkt. Want ik had de serie al gezien voordat we hiermee begonnen. En ik vond dit, juist omdat er zoveel controversie in zit, vond ik dit een hele leuke om de eerste aflevering van Pilot Praat mee te doen. Super veel details in ook. Is leuk om te zien. Ja, details. Je moet ook gewoon voor de grap eens een keertje een film terugkijken die je heel vroeger hebt gekeken. Je zal er altijd weer andere dingen uithalen. Dat heb ik zeker van die kinderfilms. Daar ga je nu echt hele vieze dingen uithalen waarschijnlijk. Ja, precies. Vieze dingen. Nou, Hook van Robin Williams, die vond ik echt gek. Die heb ik dus zelf nog nooit gezien. Ik heb helemaal in mijn volwassen leven gekeken. Dat is echt... Vreselijk. Ja, ik vond hem te gek. Ik zat vandaag nog met mijn broer te grappen over... Hij heeft dan het ontbijttafel. You're doing it, Peter. You're playing with us. Dan stond allemaal eten op tafel. Dan ging je dat... Ah, het is geweldig. Sorry. Out of context. Oké. Jongen.
Ja, nou ja, goed. Dus hier hebben we eigenlijk wel een van de belangrijkste storylines natuurlijk van de serie. Eigenlijk al bijna grotendeels gehad. En dat is dus dat de superheroes zijn de bad guys. En daar is natuurlijk een hoop uit, ja. Uit te putten. Maar wat ik leuk vond, zeg maar, toen we geïntroduceerd werden aan Butcher. Denk wel echt een fan favorite volgens mij. Ook geen kleine acteur, hè? Urban uit mijn hoofd. Niet. Star Trek. Urban, ja. Butcher is trouwens die bebaarde gasten die we net zagen. Ja, klopt. Met Huey. Ja. Ja, dat is Butcher, ja, sorry. Maar wat mij opviel was dat hij zeg maar juist eruit ziet als een villain. Hij heeft dus een baard, dat een litteken op zijn hoofd. Lekker contrast, ja. Lekker direct Brits ook, weet je wel. Vaak zijn de villain al een Brits accentje. Leren jas, weet je. En hij heet Butcher, dat je echt denkt van dat is echt zo'n villain type. Maar hij is dan juist niet de villain of zo. Dat is heel gek. Zullen we even naar zijn introductie kijken anders? Ja, dat is wel goed. Completely naked, right? Yeah. You interested in a nanny cam? Because we're actually running a special on that. It's a pretty popular bear. There's cameras in the eyes. Je ziet nog steeds alleen zijn rug. How many nannies shave their babies? I'm sorry. You know, a good hard shake, like like trying to get ketchup out of a bowl. Hier geeft hij precies aan. I don't really know. Funny that. I sell $1 billion worth of that shit worldwide. Goes to show you, doesn't it? Ja. Dus dat is Butcher. Heel duister. Ja. Heel duister. Eigenlijk een beetje scheid aan alles. En nogal. Ja, nee, dat is zeker een mooie introductie. Alles wat Huey niet is, zeg maar. Dat is Butcher. Dat klopt. Ja, het mooie aan deze scène is dat Butcher hier eigenlijk al heel duidelijk zijn statement maakt over hoe hij naar de wereld kijkt op dit moment. Hij aangeeft dat mensen proberen gewoon dingen wijs te maken. Je hoeft die hele fucking nannycam niet te kopen. Ja. Maar het wordt je toch aangedragen, want mensen vinden het zo. Ze leven in angst. En dit soort quotes vind ik dan weer helemaal te gek. Met mijn hippie mind. Iedereen heeft angsten en wordt op ingespeeld. Eigenlijk. Dus het is ook een hele goede foreshadow in deze scène. Omdat de bel. Die onzichtbare man dus bij Fallon zit op tv. Ja. Dat is een hele goede foreshadow van wat er later... Dat zat er dus, net voor, inderdaad. Ik dacht dat je ook bedoelde wat er gebeurde. Want die close-up van de bel als hij binnenkomt... is natuurlijk ook nog eventjes aan te geven van, weet je wel... Ja. Dat gaat later ook weer terugkomen. Dus het is inderdaad bij elkaar is die man op tv en de bel... dat is wel inderdaad dat de combinatie daarvan later terugkomt. Ja, het is heel vet gedaan wel, hoor. Dat vind ik ook tof. Alleen, ja, ik moet wel zeggen... Omdat... Gaan we, George? Daar gaan we. Ja, ik moet echt mijn mond houden. Negative Nelly. Ik vind het leuk. Ik zit echt met Nee, maar maat, dat veroorzaakt toch juist een mooie discussie. Ik zeg, ga ervoor, maat. Kijk, ik vind aan de ene kant, ik vind Carl Urban vet. En inderdaad, wat jullie zeggen, het is tof dat hij als bad guy een beetje neer wordt gezet. Terwijl hij juist dan de good guy zou zijn. En dat hij inderdaad alles is wat Huey is. Dat is dat tegenpolige weer, hè? Zeker, ja. Maar ik vind de introductie wel een beetje cliché met een beetje de tough guy van de rug. En dat Huey dan, wie ben je? En dat een beetje zo. Ik denk, ik heb het al wel 20.000 keer gezien, dat op die manier weer een toffe guy. En hij kan niks fout doen. En waarschijnlijk wordt Billy Butcher wordt waarschijnlijk nog veel meer uitgebouwd verder in het seizoen. Maar nu is The Boys ook wel een keiharde cliché ripple van Marvel en DC natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Je hebt wel gelijk. Dat is ergens wel een beetje expres. Het wordt gegokt op de parodie. Ja, zeker. Maar ik vind Huey als hoofdpersoon zelf... Ik vond dat meisje, Annie, oftewel Starlight... vind ik een stuk sympathieker om te kijken dan Huey. Ik weet niet, dus is niet netjes om te zeggen. Gewoon, hij heeft niet het hoofd... en dat is misschien ook weer een parodiestijl... maar hij heeft gewoon niet echt een leuk hoofd om te denken van... hier gaan we in mee of zo. Hij heeft een heel... Jij kiest je jongens liever uit op de look, zeg maar. Ja, ik kijk heel graag naar de looks. Dit is wel een kwestie van smaak, denk ik. Zeker, Want ik vind juist wel dat hij, omdat hij zo'n nobody is, iemand die je uit de line-up niet kan herkennen,
Dat het juist interessant is om naar te kijken. Je bent juist geïnteresseerd. Want deze guy wordt de hoofdrolspeler. Ja. Waarom is dat zo? Dat is wel zo, ja. Wat vind je van de casting van Butcher, die acteur? Ik heb even opgezocht waar hij nou precies in speelt. En dat van Star Trek, waar hij Bones speelt. Mm-hmm. Lord of the Rings, Éomer. Mm-hmm. En ook, hij is ook die... Het is echt een serieuze acteur, zeg maar. Hè? Van Thor Ragnarok, zeg maar. Hij heeft nooit zeg maar, zo'n leading role gehad. Maar nu wordt hij wel in de spotlight gezet. Ja, en ik vind dragen. Ja, dat hij het wel een beetje moet gaan dragen. Want hij is wel de coole guy en hij moet het wel een beetje gaan dragen. Wat vinden jullie van die casting eigenlijk? Ja, ik vind het wel... Ik vind voor die Carl Urban vind ik goed. Ik vind ook de... Hoe heet het? Homelander. Die heeft echt zo met die blonde haren en die cape. Ja, ja. Die is echt wel... Captain America en Superman. Het doet me ook een beetje denken aan die guy van Megamind. Die, hoe heet hij ook alweer? Die blauwe gast? Ik wou zeggen dat... zijn idol of zijn arts enemy in het begin. Die heeft ook echt zo'n... ik ben heel goed. Precies. Maar er is wel een vlam, maar we weten niet welke, weet je wel. Dus, maar dat is wel inderdaad... Dat is wel ook wat Homelander inderdaad uitstraalt. En dat, daar heb ik zo meteen zelf ook nog even een stukje over om wat te laten zien. Maar wat ik wel dus echt ook... En dat laat deze scène fantastisch zien. Eigenlijk wordt hij als een soort... Het ongure type wordt hier geïntroduceerd. Daar waar Homelander als de savior binnenkomt... wordt hij als de villain eigenlijk geïntroduceerd. En het is exact het tegenovergestelde. Dat als je wat later hier terug bent... Dan kom je er dus al achter inderdaad dat Vought van geen kant deugt. En dat hij dus inderdaad wel een punt heeft... met het achteraan willen gaan van Vought. Zeker. Ik vond het wel tof gedaan ook hoe aan het einde van deze aflevering... Want er wordt dus een paar keer gezegd... dat Homelander, zeg maar, iedereen is een beetje corrupt. Want volgens mij... ook zelfs de superhelden onder elkaar die zeggen, ja, Homelander niet, want hij is een heilige, weet je wel. Hij is hij doet niemand kwaad, maar de rest zijn allemaal schurken. Perfecte superhelden. Ja, precies. En dan is het wel tof gedaan dat die plot twist komt aan het eind van deze aflevering, dat hij dan degene is die dat vliegtuig neerhaalt met zijn laserogen, weet je wel. Dat je dan denkt van, oké, dus zelfs hij, want ik dacht ook eerst van, oké, hij is dan echt wel de good guy en ze moeten hem gaan overtuigen van de rest van de superhelden die slecht zijn, maar hij zelf is ook gewoon net zo erg. Dat vond ik op zich. Nou ja, en aan het begin van de serie realiseer je dat nog niet, maar dus het eerste moment wat ik liet zien dat hij die guy gewoon de lucht ingooit en het hem niet interesseert hoe hij neerkomt, dat laat het eigenlijk al wel een beetje doorschemeren dat hij niet zo heilig is als dat men over hem praat. Maar dan zou je nog kunnen zeggen het is een bad guy. Ja, exact. Maar dat is waarom het niet opvalt. Precies, maar als je aan het eind zo'n kind met een vliegtuig neerhaalt, weet je, dan denk je van, oké, deze gast is gewoon echt heel erg. Ja. Maar dat schrijft je ook gewoon gelijk om naar de volgende aflevering te gaan. Zeker, dat je dan denkt van, oké, iedereen wat is hier erg, net gebeurd? Ja. Dan moet je wel doorklikken. Ja. Nou, er is dus een punt waar met de hoofdvertegenwoordiger van Vought wordt gediscussieerd over het inzetten van een superheld bij een stad. En dat ze daar 300 miljoen per jaar voor willen hebben. De stad zegt van, nou, dat gaan wij er niet voor betalen. Want ik weet wat er in jouw kast ligt. Ik weet welke skeletten jij daar hebt liggen. En zij zegt dus van niks te weten. Op dit moment weet je ook nog niet of dat echt waar is of niet. Maar ze wordt er wel een beetje ongemakkelijk van. Mm-hmm. En dat gaat over Compound V. En dat wordt als een soort drugsachtig scenario. Wat je dus ook weer bij... De acteurswereld ziet eigenlijk, wordt dat geïntroduceerd. Een soort designer drug. En dan zie je op de achtergrond iets heel specifieks. En dat ga ik even laten zien. Million for Nubian Prince. I can sell that. I'm sorry, Steve. I can't do it. We've got Atlanta waiting in the wings. I think maybe you can. Why is that? I happen to know about Compound V. What is Compound V? Zagen jullie het? Ja, de vlag vloog iets. Ik wilde deze nog opschrijven. Zagen jullie het? Ik ga hem nog één keertje laten zien. Yeah. I happen to know about Compound V. Precies boven de playknop. Wie hebben we daar?
Dat is Homelander. Onze grote vriend Homelander. Want dat is de enige persoon in de serie die wij hebben gezien die kan vliegen. Ja, en ja. Het is een heel klein dingetje, maar ze blijven. Het is natuurlijk 100% zo bedoeld. Want ze blijven op dat moment even stil. En je hoort het woesh-geluid van het voorbijvliegen. Waarvan ik me afvraag, eerlijk gezegd, of je dat daadwerkelijk zou horen. Want het ziet eruit als een raam en niet als een balkon. Ja, nee, dat is het ook zeker. Maar dat even terzijde. Dit vond ik wel echt heel tekenend. Want het niet echt zijn vliegerij opgenomen en dan volgens eronder geplakt, denk ik. Nee. Dus Compound V wordt genoemd. Het wordt heel shady erin gegooid van... ik weet jouw geheim. En vervolgens komt Homelander langs. Dus dat is eigenlijk al wel de setup voor waar jij het net over had, George. Later in de aflevering. Waar inderdaad gewoon overduidelijk blijkt dat hij er wat vanaf weet. Ja, en ook hier in de muziek gewoon ook heel typisch dat de geluiden opeens heel erg uil worden, een beetje hoge tonen. Je weet gewoon dat zij zoiets heeft van... Wat? Shit, ik ben erbij. Ja. Ik vond het een goed dialoog wel. Ja, het was natuurlijk wel, omdat het de eerste aflevering, de acteurs moeten waarschijnlijk ook een beetje aan elkaar wennen. Dus ik merkte wel dat het toch wel... Ja, de shots, sommige shots duurden wat langer. En de manier waarop ze het zeiden, daar was ik wel wat kritischer over. Ja. Maar wat ze ermee proberen duidelijk te maken, is natuurlijk wel... er hoort natuurlijk een shady business waarop ze betrapt kunnen worden. Het is een alternate storyline natuurlijk, die ze introduceren. Wat eigenlijk... Dit ziet voor mij eruit als een ingang voor The Boys om daar wat mee te doen. Zeg maar. Ik denk dat een soort van aanleiding is of een soort van aanloop naar wat er gaat gebeuren. Waar ze op gepakt kunnen worden als vault zijn. Ja. Ik denk dat wel een soort van voor Jack en... sorry, geen Jack. Voor Huey en Butcher de sleutel, zeg maar, naar het verslaan van The Boys die geïntroduceerd wordt. Ja. Nou, Okke, jij had ook nog een momentje vlak hierna aangemerkt. En die zal ik ook even... Wil je er wat over zeggen of zullen we eerst even bekijken? Ja, het zijn gewoon twee karakters die we hebben gezien die elkaar nu ook ontmoeten. En daar wordt heel mooi omheen gespeeld met camera, licht, weet ik het al. Dus nou, laat maar zien. But cool. Dat is echt. I'm Huey, by the way. Annie. Dan denk ik dat het dit vooral is wat jij bedoelt. Ja, dit stuk. Je ziet Annie en Huey leren elkaar nu kennen. Je hoort vreugdevolle muziek. De zon schijnt. Ze zitten in een mooi park. Voor mij was het echt een soort foreshadow naar wat er misschien de rest van de serie gaat gebeuren. Dat zij elkaar wat meer gaan vinden natuurlijk. Dat Huey misschien een soort nieuwe romantiek vindt. En een goede foreshadow leek mij dit. Ik heb de rest nog niet gezien, maar ik dacht gelijk... Zijn intertwined meteen. When Harry met Sally. Iets goeds uit, zeg maar. Dit is ook waarschijnlijk voor de plot met Butcher en Huey. Dat ze van binnenuit iets kunnen hebben met Annie. Misschien die het ook niet helemaal leuk vindt bij de Seven. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Hoe hier echt gelijk foreshadow wordt gespeeld. Wat ik dan wel apart vond. En dat kwam ik later pas achter dat hij dat dus helemaal niet wist. Is hoe zij... Kijk, zij heeft natuurlijk geen masker op of zo als zij superheld is. Dus eigenlijk zou je meteen kunnen zien dat is Starlight. Zeker als die Seven zo populair zijn. Ja. En daarom vind ik het ook lastig. Maar ja, sorry, ik ga het weer terugkomen. Ik mis gewoon... Maar hij kijkt er liever niet naar, hè? Laten we dat even... Nee, hij kijkt er liever niet naar. Dus dan moet je alle media uitgezet hebben op het moment dat er wordt gezegd... Oh, de nieuwe superheld van de Seven. Grootste bijeenkomst. Maar ik heb hierover na zitten denken, hè? Want ik snap je punt. Color, en ik dat zat me ook een beetje dwars. Klein beetje. En toen dacht ik aan de Superman films. Waar hij zijn bril afzet. Dat zat ik ook te denken, hoor. En ineens Clark gewoon... Kent, brilletje op. Ja. En dan is hij onzichtbaar, klopt, zeg maar. Wel. Ik denk dat ze een beetje voor dat effect zijn gegaan. Want ze heeft ook de haar en de staart. En de gewone kleding. Tuurlijk. Niet de superhero tenue, zeg maar. Maar ik vind het wel lastig. Want ik vraag me ook af, in de Superman films moet ik ook even nadenken. Zeg maar, kijk, dit is natuurlijk heel erg media geile superhelden zijn dit, weet je wel. Ja. Waar ze van ze elke close-up en helemaal gevierd worden met lange uitzendingen op tv. Je ziet het al voor je. Ik bedoel, hoe wij hier... zeg maar wat Prinsjesdag hebben of Koningsdag. Dat ze allemaal maar de Thanksgiving parade. Het wordt in ieder geval heel erg aan alle kanten wel vol in beeld gebracht. Dus dan vind ik het wel toch een beetje gek, maar het kan inderdaad hoor. En ik kan het sowieso ontweken hebben de laatste tijd.
Qua tijdsgevoeligheid vind ik hier wel een rol spelen. Hè. Ik bedoel, ik weet niet hoe lang er tussen zit, tussen deze ontmoeting en het aankondigen van haar als... Gezien het aantal mensen die erbij waren, denk ik maar dat ik er... sowieso het concept van tijd vind ik sowieso wel lastig, hoor. Want, ja. Zeg maar, ja, ik weet niet, het is gewoon... Ik merk gewoon heel erg dat ik die wereld nog niet kan plaatsen, omdat... Ik snap gewoon niet hoe die mensen, de normale publiek, zeg maar, functioneert of zo. Ik weet niet, ik vind het heel moeilijk om daarin te komen. Ja. Omdat ik, gewoon, je weet niet zo goed wat nou de impact is. Er wordt gezegd aan ons, hè, met al die duizenden mensen die staan te zeggen, Starlight. Dan krijg je heel erg het idee dit en dat. Maar je ziet, ja, ik merk het niet echt of zo. Heel gek. Maar goed, ja. Ga ik je een andere vraag stellen? Ja. Vind jij dat dit alles wat jij bekritiseert, ja. Ik weet dat je heel kritisch bent. Vind jij dat het alles in de pilotaflevering naar voren moet komen? Kijk, ik denk juist in de pilotaflevering, waarin je dus alles als basis wil leggen, denk ik dat het zeker belangrijk is. Kijk, ik vond het ook wel... Ik heb het gevoel dat met alle Marvel films... Kijk, ik ben daar ook niet een hele grote fan van. Ik heb ze ook niet allemaal gezien. Ik weet het erg slecht dat ik Endgame en Infinity War niet gezien heb. Maar ik was echt klaar mee op het moment dat... weet ik veel dat... De Age of Ultron, weet je, ik haat het gewoon als daar duizenden mensen gewoon een gebouw instort en niemand boeit het iets, weet je wel. Die superhelden staan daar zo en hier is dat dan een parodie op, snap ik ook wel. Maar ik wil gewoon een beetje meer gewicht of zo. Daarom vind ik The Dark Knight, die jullie misschien ook wel gezien hebben, dat is dan van DC, maar dat is Christopher Nolan. Die heeft in ieder geval, daar is de stad, is zeg maar op zichzelf een personage. Al die mensen die Batman noemen, je gelooft helemaal dat als er iemand was die een biljonair is, heel sterk en een pak aantrekt, dat dat is hoe de wereld hem zou zien. Dat wil ik gewoon geloven, snap je? Dan ga je erin. Net zoals met Lord of the Rings, van een ring is heel belangrijk. Harry Potter, als je door de 9¾ muur heen rent, kom je in het... Die heb ik geprobeerd trouwens. Werkt niet. Dat het kan. Ja, precies. Nee, dat werkt niet. Maar het lijkt. Maar ja, goed, in ieder geval, dat is dus... Ja, dat vind ik gewoon wel belangrijk. En op het moment dat je dat niet goed doet, zeker in de pilot, dan creëer je voor mij in ieder geval wel een soort breuk. En ik kan er natuurlijk helemaal doorheen kijken, maar je gaat me niet vertellen dat dit dan echt super duper geweldig is ten opzichte van andere series, zoals bijvoorbeeld Breaking Bad. En dan ben ik dus een lul dat ik dat ga vergelijken. Maar ja, dat is dus wat ik doe. Ja. Ja. Nee, moet ook natuurlijk rekening houden dat je niet heel veel tijd hebt. De aflevering is 55 minuten of zo. Ja. Deze was al een uur, hoor. Ja. Ik vind eerlijk gezegd, ik kan me echt in je mening vinden, hoor. Echt, ik ben het er ook wel mee eens dat ietsje wel moet pakken als je wil dat het een goede serie is vanaf moment 1. Maar wat ik bij veel series heb gemerkt, bij de eerste aflevering zit er toch een laagje mysterie overheen. Heb je eigenlijk het geduld nodig om door de eerste zoveel afleveringen, en vooral met anime, je moet echt even door de eerste zoveel afleveringen heen bijten. Klopt, maar daarom vind ik... Maar dat vind ik dus gek dat we op een gegeven moment nu, in 2021, 2020, whatever, dit is 2019 trouwens, we zitten gewoon in zo'n tijd dat je gewoon tegen elkaar zegt, ja, nee... Het begin, maar later, weet je, dat ik denk, ja, nee, nu, weet je wel, wat is dat voor... Nou, maar kijk, dat mes snijdt aan twee kanten, dat mes snijdt aan twee kanten, want aan de ene kant heb je een heel terecht punt dat je een soort diepgang in de verhaalvertelling mist, maar die diepgang maakt zo'n aflevering ook weer 2-3 keer zo lang. En dat zie je, het mooiste voorbeeld voor mij daarvoor is House of Cards. De eerste, volgens mij, 3 of 4 afleveringen keek ik echt en had ik zoiets van, waar kijk ik naar? Waarom kijk ik hier nog? En een vriend van me zei, ja, blijf gewoon even kijken. En volgens mij rond aflevering 6 was het in zo'n, en toen heb ik er gewoon alles in één keer afgekeken. Het was zo vet, omdat... Ik was meteen fan van Kevin Spacey's eerste series. Ik vond het ook heel vet meteen, maar ik snap wat je zegt. En met Breaking Bad zeggen ook tientallen mensen dat, hoor. Ik heb dat ook niet echt gehad bij Breaking Bad, maar ik snap het wel. En om Roxana tegemoet te komen met anime, misschien heb je het zelf niet gezien, maar My Hero Academia, dat zijn dan een beetje de oppervlakkige anime die ik gezien heb, is ook bij aflevering 3. Als hij natuurlijk die robot... Iedereen meteen ja knikken. Ik ken dit niet. Oké. Ik heb wellicht alle manga's hier op mijn kamer liggen. Oh, ja, nou, die heeft natuurlijk ook in de eerste 2 afleveringen met een beetje die training dat je denkt, oké, weet je. Maar toch vind ik dat anders. En ik kan je vertellen, de intro scène van deze serie met die 2 random dudes die vertellen over dingen, had je er voor mijn part uit kunnen halen. In plaats daarvoor doe je een intro met die Annie, die als Starlight in Des Moines in haar eigen ding is aan het vechten is, dan introduceer je ook al het concept van superhelden, dit en dat. En misschien dus
ook, weet ik veel, wat je daarmee kan doen als je nog een beetje... Haar kinderdroom om de Seven te... Ja, ik denk dat hier ook een stukje in zit waar we wel vaker tegenaan lopen als stripboekliefhebbers. Mm. Ik mis bij de Spider-Man bijvoorbeeld enorm de gekke humor die in de stripboeken voorkomt. De manier waarop dingen gebracht worden zijn nou eenmaal anders op beeld dan in een... ze halen ook andere dingen eruit dan tuurlijk, uit de anime of manga. Vandaar ook dat canon shit bestaat. Je moet kiezen. En daarom vind ik de Harry Potter films ook minder goed dan de boeken zijn. Omdat je toch echt moet kiezen. En de keuzes die een director of een schrijver maakt... Die vallen niet altijd in lijn met de mensen die gepakt zijn door stripboeken of manga's. Daar kan ik zeker in komen. Dat is ook heel lastig. Het is altijd als je een voorstelling hebt gemaakt natuurlijk. Zelfs met een stripboek die natuurlijk wel wat meer visueel is ingesteld dan een normaal boek. Zelfs dan... Ik denk dus dat de kloof is die jij probeert te beschrijven. Ik denk dat die kloof daar vandaan komt. Ja, maar ja, ik heb dus zelf niks met stripboeken. Tenminste, ik heb het niet origineel in ieder geval ooit gelezen of gezien. Sjors, dus terugkomend op jouw punt van dat je alles, dat je alles gelijk wil snappen. Ik denk dat het... Want jij zei aan het begin al van, ik kijk liever een film. Want dan heb ik alles gelijk, weet je wel. Ik denk dat dat een beetje toch wel een ding is. Het is heel belangrijk om echt naar het brede plaatje te kijken uiteindelijk. Ik snap het. Maar ik heb dit heel vaak hoor, deze discussie. Ja. Heel vaak. Maar ik bedoel, dat ik zeg dat ik dingen wil snappen is niet dat ik... Kijk, die Compound V of zo, dat wordt gewoon goed gezegd. I know about Compound V. Dan hoef ik niet te zeggen, wat is dat dan? Ik wil weten. Ik bedoel, het wordt al door de personages wordt al verteld van... Oké, dit is heavy shit. En dat de sfeer vertelt eigenlijk de achtergrond al. Ja. Precies. Ja. Maar zo'n meisje die dan de hoofdpersoon is en haar drive en ze wordt, zeg maar, ze komt voor een punt in haar leven waarbij ze moet kiezen, dit is wat ik altijd gewild heb, wat ik niet zo voel. Want ik ken haar net 2 minuten, maar ze wil dit dus blijkbaar heel graag en de moeder wil dit blijkbaar heel graag. Maar wat is nou eigenlijk wat ze doet? Want we hebben haar zelf niet in actie gezien naast een auditie waar ze stil voor de camera staat en flitst. Iedereen ligt ondersteboven. Snap je? Ik ga je nog een argument geven. Die drive, maar goed. Ja. Ik ga je nog een argument geven. Het publiek heden ten dagen is denk ik wel meer geïnteresseerd of wordt sneller gepakt door wat minder behapbaardere shit dan. Ja, dat snap ik. Maar dat vind ik wel jammer. Als je een commerciëler publiek mee zou willen raken, dan kun je bepaalde elementen niet te diep brengen. Dan horen ze die quick fixes te krijgen. Weet je wel? Zoals bijvoorbeeld die ik sluit me daar 100% bij aan. Ja. Zeker. Dat, was laatst, wat verwacht je dan van een filmserie als deze? Ik kijk naar het aantal videodiensten die er momenteel al beschikbaar zijn. En dan heb ik het alleen over Nederland. Disney Plus, Star. Of dat is één en hetzelfde tegenwoordig. Amazon Prime, Netflix, iTunes is ook nog steeds een ding. Eigen, geloof ik. Oh god, ik moet er niet aan denken. Maar het ding daarmee is, en dat... we zitten op Twitch, dus ik ga het toch even bij games houden. Is dat wat Nintendo eigenlijk heel mooi heeft beschreven. Want er waren klachten van de kijker of van de spelers dat de laatste Nintendo games te makkelijk zouden zijn. Dat ze vroeger veel uitdagender waren... En de reactie daarop was heel simpel, is dat er nu veel meer is wat voor de aandacht van de speler concurreert. En niet dat de speler dommer is geworden, maar de speler heeft veel meer om te doen, veel meer keuze. En ze moeten er gewoon sneller in kunnen komen en sneller ermee aan de slag kunnen gaan, in plaats van een gigantische learning curve. En datzelfde is hier natuurlijk ook van toepassing. Maar daarom is Marvel ook zo succesvol, omdat het heel makkelijk te begrijpen is. Maar het heeft wel meerdere lagen, zeg maar. Er zit wel een diepe laag in. Dat zeker, als je echt fan bent. Dan weet je echt dat er een diepe laag in zit en heel veel achter. Maar als je gewoon inderdaad een beetje Marvel films kijkt, dan is het heel simpel te begrijpen. Je hebt een bad guy, je hebt een good guy, bam, bam, bam. En het ziet er vet uit. Ja. Je moet natuurlijk ook Er zit wel echt een diepe laag in, zeg maar. Dus als je er echt invest in bent, dan is het echt... Nou, maar dat is het ook eigenlijk, hè. Iedere Marvel film is op zichzelf heel goed te kijken... Ja. Maar als je ze allemaal, en dat hebben wij toevallig met de community afgelopen zomer gedaan. Als je ze allemaal achter elkaar kijkt, kijk je eigenlijk één immens lange film van, volgens mij 4 of 35 uur lang of zo. Ja, en er zit een heel diep verhaal in, echt waar. Ook een heel het blijft een pilot, hè? Het blijft een pilot. Je moet getiteld worden en dat heb jij wel gehad, Sjors. Jij wil nu heel graag weten, wat gaat er nog meer gebeuren? Ja, tuurlijk. Maar ja, kijk, ik vind... Die backstory, die ga je ook echt wel krijgen. Mijn probleem is dus dat het niet moeilijk is om dat te maken, oké? En ik wil toch... Kijk, tuurlijk, ik ga niet zeggen dat ik het zelf kan maken. Hallo, ik heb heus veel respect voor de makers. En ook met Marvel.
De Cinematic Universe is natuurlijk iets wat nog nooit in film gedaan is. Zoveel dingen aan elkaar knopen. Hoeveel zijn het er? 21 of zo? Nee, ja. Veel meer. Veel meer. Veel meer inmiddels. Ja, het is echt bizar. En dan heb je natuurlijk ook nog series daarnaast, volgens mij, die ook van Marvel zijn. Die allemaal samenhangen, ja. En het is echt heel indrukwekkend. Maar het probleem is een beetje dat ik gewoon jammer vind dat iedereen zo snel onder de indruk is van dingen. Ik denk van, zeg maar, tuurlijk is het goed met het overschot en wat jij aanhaalt, wat Nintendo dan ooit gezegd heeft over de games, die inderdaad veel meer keuze en je moet mensen snel grijpen. Maar ik vind het zo jammer, want ik denk van, je hoeft maar een paar keer een explosie en een vette vechtscène en no one gives a shit. Iedereen vindt het wel prima. Maar ja, dat is toch niet, ja, dat is toch jammer, weet je? Je wilt toch, ja, zo Yui die zijn vriendin verliest of zo. Ja. Je wilt toch ergens wat meer. Ja, echt, het is een afweging. Het is een afweging. Ja, het is een afweging. En ik vind het gewoon jammer, zeg maar, dat dat dan een beetje zo. Want ik denk dus dat met een, en ik denk echt niet dat het een 3 uur lange pilot had moeten zijn, of dat er weet ik veel levensveranderende dingen in had moeten. Ik denk dat het oprecht gewoon nog in ieder geval dingen die ik dan belangrijk iets vind dieper, dat die er wat meer in, ja, had kunnen zitten. Dus door hoe je die scènes in een rijtje weet, zet. Hè, George, maar goed. Wie weet, maar verderop in de serie. Wie weet, het, ja. Wel ik ben, die backstory van Annie is ook wel redelijk groot als je verder gaat kijken. Okay, dus ja. Daar kunnen ze ook niet echt heel erg diep op ingaan. Maar later in de serie gaat dat ook wel echt. Ja, dat weten we nu niet. Ze hadden misschien dan niet per se die backstory over hoefde, maar hints van de backstory, zeg maar. Dat je een beetje hoekt bent. Tuurlijk, ja, het mij niet uit. Dat zij, hoe zij precies in het leven staat als superhelden, zo hoeft niet per se. Maar het feit dat wij, ik vind het gewoon altijd lastig als een personage zegt, ja, dit is alles wat ik ooit gewild heb. Ten eerste weten we niet wat alles is, want die Seven en zo, dit weten we niet echt. Weet je, we horen wel, ja, het zijn goede mensen, maar wat doen ze nou precies? Ja. Weet je, dat wordt niet echt laten zien. Ja. En daarnaast, waar nou ze ja, vandaan komt, weten we ook. Blackmailen en. Je kunt wel invullingen hebben, ja. Ze nou, zijn, dat ze zijn dat komt dus eigenlijk terug, hè. Want Butcher die probeert eigenlijk een in te krijgen bij de Seven via Yui. Die daar helemaal niet eigenlijk voor geschikt is. En Rox had daar een timestamp ook volgens mij voor bedacht. Dus ja, ik ga die even naar voren halen. Okay. Yeah. Who's up for that? Black Noir. Let's start with you, man. Ja, over muziek gesproken. Broertje, echt. Ja. Yeah. Do you have a dog? No. All right, give us your phone. How's fuck all security to worry about? In fact, they're a bunch of Muppets. And the metal detector won't pick this up, right? And what they'll probably do is take you through the security and then up into the boardroom. Sit down, be nice, congenial. Then real polite like, tell them you're gonna take a fat shit. Go into the bog, take the bug out. Peel back the plastic bit to reveal the sticky side. Put the plastic bit in the bog, flush it. Then go back into the boardroom. Sit down, big smiles, plant the bug underneath the table. Easy peasy, Japanesey, Bob's your uncle, that's that. That's that? Yeah. That was a lot. Ja. Wat daarna gebeurt natuurlijk is dat hij naar binnen gaat. En de climax, ja, van de muziek vind ik heel mooi. Een hele mooie leider voor het gevoel van deze jongen. Hij hoeft er niet zoveel bij te acteren, maar... Ik had dit ook wel opgeschreven. Er zit weer zo'n leuke intertextualiteit in. Het nummer wat je hoort is Take You Down van Daniel Pemberton. En dat is toch wel echt wat ze willen gaan doen. Ja, 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 dat vind ik prachtig. Mm-hmm. Ik vind de stops in de muziek, de timing, ja, als hij door de shots die erbij gebruikt werden. Als hij door de poortjes heen is, dan komt eigenlijk de climax van het nummer. Ja, mm-hmm, ja, dat had ik dus ook. Ik dacht telkens als Yui een beetje zelfvertrouwen kreeg, alsof dat hij er echt dacht van, ik ga het doen. Dan, ja, hoor je dus die muziek en dan hoor je gitaar, drums en iemand schreeuwen. Ja. En ik vond het wel mooi. Ja, maar tegelijkertijd was er daarna ook meteen weer een punt waar je zijn stuntelige kant meteen weer zag. Ja. En laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk ook heel spannend om in zo'n gebouw met allemaal gevaarlijke superhelden. Maar ik vond dat heel characteristic, zeg maar. Ja. Daar hadden we het eerder over, hè, dat hij echt zo'n als zo'n nobody typeert. En dat is waar dat hier tot een soort climax komt in de aflevering. Mm-hmm. Enige wat ik wel jammer vond, is de manier waarop Butcher hier uitlegt hoe hij een sticker onder een bureau moet plakken. Het is echt gewoon iets van 19 zinnen of zo voor het uitleggen van, ja, plak die sticker onder de tafel. Ik denk dat gaat denk ik meer om het idee van, want in films is het altijd zo, als het plan van tevoren verteld wordt, werkt het niet. Ja. Dat is een beetje de regel. Ja. Dat is denk ik een beetje wat ze hier dus ook wilden doen. Ze leggen het hele plan uit. Heb je ooit gezien?
Nee, ja. Ja. Nee, dat is dus, dat is dus hier weer ook een gevalletje van het plan wordt volledig tot in de puntjes uitgelegd en uiteindelijk Ik moet zeggen, je wordt hier wel gehit, want er is geen opbouw naar deze scène. Voor zover ik me kan herinneren, is er niet echt een duidelijke lijn van oké, we gaan nu naar dat hoofdkwartier toe en we gaan nu shit uithalen. Nee, dus dat niet per se, maar ze smeden die plannetjes al wel eerder natuurlijk. Ja. Eerst in die superhero bar, dat Butcher echt wil dat Huey met hem meegaat. En dan later, eerst heeft ze iets van nee, dat wil ik echt niet doen. Maar dat later wel op terugkomst van oké, we gaan het doen. Het moet. Ze moeten eraan. Ja. Maar verder geen context toch, voor zover ik kan herinneren van hoe het gaat. Niet wat ze gingen doen, maar wel dat hij zijn manier was om naar binnen te komen, zeg maar. Dat is wel ter sprake gekomen, maar niet daadwerkelijk inderdaad wat hij dan moest doen. Ja, 19 zinnen vind ik op zich wel het aantal. Ja, ik overdrijf, maar wat. Maar het was echt gewoon, want ik bedoel, welke kleuter heeft nog nooit een sticker gebruikt? Hij moest hem wel verstoppen voor die poortjes en zo. Hij heeft het niet zonder reden. En hij moest hem natuurlijk achteruit zijn telefoon halen op het toilet en dan, op zich, het is... Dat is wel heel lastig. Ja, heel wat. Het is meer, je moet wel snappen wat hij doet. Want als jij als kijker deze informatie niet hebt, dan denk je echt van, wat doet hij eigenlijk? Haalt hij nou iets achter zijn telefoon eruit? Wat is dit? Het is ook wel leuk om het op die manier te brengen. Maar ja, we hebben het over een behapbare serie, dus we gaan Nou ja, kijk, wat ook wel zegt, want uiteindelijk gaat dit natuurlijk valikant fout. En hij loopt er een beetje mee te stuntelen. En dat vergelijk je natuurlijk wel met deze uitleg, denk ik, dan... Ja, technisch gezien gaat het goed, alleen het gaat pas fout op het moment dat we erachter kwamen dat Translucent stiekem heeft meegekeken. Ja. Met die... Wat dus ook een hele leuke foreshadow was toen ze al eerder op de badkamer waren. Klopt, toen stond hij daar ook. Starlight aan het overgeven was, die daar ook al stond in zijn naki. Toen hij daar op die badkamer zat en Starlight ging er weg, dacht ik echt van... Zeker. Is hij nou alleen? Volgens mij is het niet alleen. Ik heb die dat Translucent daar zo, die daar gewoon staat chillen in zijn naak. En ze hebben niks laten zien, hè? Wat mooi vond aan die badkamerscène, of aan die toiletscène. En er was ook nog een andere toiletscène in het begin van de serie, van de aflevering. Waarbij Starlight, zeg maar, die auditie moest doen. En toen moest ze pissen in een kopje. Of in een pee in a cup. Ze moest, En had ze daar even neergezet, zo op de grond. En dat is een heel subtiel detail, wat toch wel echt zo'n raar gevoel met zich meebracht. Dat ze moet pissen in een fucking... Hè? Ja, drug testing. Nu in deze scène waar hij dus die bak eruit haalt, laat hij hem vallen en hij ligt daar. En hij trekt het snel terug en hij stoot zijn elleboog. Ja, dat vond ik ook een heel leuk detail erin gevoeld te hebben. Het zijn van die kleine dingetjes die je toch weer een beetje... Ja, de dimensie extra geven aan dat ze toch wel hebben nagedacht over wat ze nou in vredesnaam aan het doen zijn. Maar inderdaad, de foreshadowing van Translucent, die dan dus kennelijk altijd gewoon in het vrouwentoilet staat te chillen. Yeah. For some reason. Nou ja, dat is een gemixt toilet, dokter, want er stond ook een Mars. Is dat zo? Dat vond ik ook apart. Zou er jaloers zijn op die krachten. Ik dacht legit dat het gewoon het vrouwentoilet was en dat hij daarom dus een pervert was. Modern. Vet modern, oké. Helemaal mooi. Want hij zat er ook, hè? Hij zat ook op hetzelfde toilet, zeg maar, waar zij had overgegeven. Ja, maar dat had ik dus weer weggerationaliseerd onder een mom van hij is super nerveus en hij gaat gewoon het eerste toilet in wat hij ziet en dan zat hij ineens in het vrouwentoilet. Ja. Dat is een beetje hoe ik dat had geïnterpreteerd. Het was niet heel raar geweest, inderdaad. Nee, precies. En inderdaad, dus dat... Dus dat Sif, Lady Sif, zegt van Translucent, je bent echt een vuilak. En dat ze dan weglopen. En dan inderdaad praktisch aan het einde van de aflevering dat terugkomt. En ze laten niks zien en er wordt niks gezegd of naar gehint. Maar wel waar hij toen stond, zeg maar, dat was wel in beeld. Dus dat is wel heel cool. Ik vond die vechtscène de beste scène van deze hele aflevering. Ja, zeker. Helemaal mee eens. Dat was heel goed gedaan. Ja, heel vet. Gewoon het idee. Met Translucent, zeg maar. Ja, met een onzichtbare persoon. te gek. Ja, ik zeg, ze kennen elkaar. Dat is dat, ook om als subtext te zien. Dat is dus inderdaad een klein stukje vooruit. Translucent heeft dus inderdaad dan gezien dat er een iets is waar hij mee bezig was. Heeft dat gevonden in de boardroom en is hem gevolgd. En dat kunnen we wel even een klein stukje ook bekijken. Policing cities is a thorny enough issue as it is, but allowing superheroes into national defense? Ja, heeft hij wel die tv, zei jongens. Ja. Dat is zo. Het had wel herkend moeten worden.
You locked up? Ja. Yeah. Thanks, Gary. Misschien was hij de dag eventjes vrij. Ja, had hij pauze. En dit vond ik ook wel grappig gedaan dat je in de achtergrond die deur weer open ziet. Ja. Je voelde het wel aankomen natuurlijk. Oh, de deur stopt. Sorry, we're closing up. Waarschijnlijk door de handheld. Dat er een spanningsmoment gaat komen. Mm-hmm. Hebben ze leuk gekregen. Hallo? Who are you? The fuck? Right in front of you, prick. Kun je nagaan, hij is naakt, hè? Ja. I wouldn't find this thing. Huey. Pussy, I followed you from the fucking tower. No. Dat ik ga een klein stukje fast forward, hè? In the car. Who was he? I put you up to this? I don't know. Yeah. He's just some Uber driver, okay? Don't give me some bullshit Uber driver. You think I'm a fucking idiot? Why'd you put in the bunk? Please, no, please. We're the seven. Earth's most mighty. Champions of the innocent. Is dat de God complex? Ja. Een bom. Dit is vet gedaan, hè? Ja. Ja. Nou, dit resulteert dus inderdaad in een hele vechtscène. Waarin Butcher met Translucent het aan de stok heeft. Dit is mooi. Hatsa. Gadverdamme. Ja, dit vind ik ook echt super naar. Zo slim. Hier, dus hij is echt heel bewust bezig inderdaad om hem zichtbaar te maken. Acteurwerk, te gek. Oh, dus zijn gezicht, dat gezicht van Butcher die echt gewoon aan het glimlachen is met... I got you now. ...onder het bloed. Ja, top is dat. Dus nou, zou hij zichzelf in elkaar hebben laten slaan om dat te bereiken? Nee. Oh, dat zou ook kunnen, maar... Ik denk niet dat hij die klappen bewust gevangen heeft. Nee, een stukje improvisatie is dat van hem, denk ik. Dat zal een stukje improvisatie zijn geweest, dat hij dacht van... Hé, wacht eens even. Ja, ik heb zoveel bloed in mijn smoel zitten. Gewoon, dat dit inderdaad een soort van karakteristiek is van hem, dat hij een vindingrijk man is. Maar het is ook gewoon zo, waarschijnlijk heeft hij al wel eerder over nagedacht, weet je, want hij is al, denk ik al, gok ik, weet niet zeker hoor, maar al heel lang bezig met de Seven en dat het eigenlijk allemaal heel slecht is. Ja. Dat hij er waarschijnlijk wel over heeft nagedacht, oké, weet je, als je tegen die onzichtbare gast wil vechten, dan moet je hem zichtbaar maken en dan kan dat op deze manier. Ja, dat is zo. Dat hij wel al nagedacht heeft over eventuele zwakke punten. Dat zou eigenlijk zeggen, een soort verfpot of zo, weet je? Een soort gravity spuitbus of zo. Dat zou ook sick zijn. Ja, maar ik dacht te kunnen herleiden uit hun introductie, wanneer ze elkaar voor het eerst, een dialoog gingen tijdens het gevecht, dacht ik dat ze elkaar al eerder getroffen hadden. Dat is het gevoel dat ik erbij kreeg. Ik weet niet. Je bedoelt Translucent en die Billy Butcher? Butcher, ja. Yeah. Dat denk ik niet, want hij kwam net de shop binnen van wie was die gast in de auto. Yeah. Dus ik denk dat. Dat is hij zei waar. Wel iets van. Misschien dat hij hem een koosnaampje gaf. Omdat dat lekker bekte of zo. Maar je bedoelt Butcher? Ja, Butcher. Nou, ik denk dat komt vanuit een plek waar hij al jaren achter hun aan zit. Maar nooit daadwerkelijk de confrontatie heeft gehad. En zijn karakter natuurlijk ook wel. Ja. Yeah. Over mooie details gesproken. Die eerder al in de serie voorkwamen. Uiteindelijk eindigt dit gevecht met dat het stroomdraad wat je van die tv kapot zag gaan tegen de kont van Translucent gehouden wordt en dat hem semi-electrocuteert. Zo, dat was moeilijk woord. Hij stond onder stroom. Ja, exact. En, spannend. Ja, inderdaad. Eerder in de aflevering, toen was hij bezig als verkoper met een klant. En hij raadde ik ben heel even het Nederlands woord kwijt, maar een carbon plated kabel aan, omdat die meer zou geleiden. En in de set waar hij te gast is bij Jimmy Fallon op de tv, wordt er gesproken dat zijn hand dat hetzelfde materiaal is.
En dat komt nu helemaal aan het einde van de aflevering. Komt dat terug. En zet hij 1 en 1 eigenlijk bij elkaar. En helpt daarmee Butcher een einde te maken aan de serie. Diego, jij had opgeschreven dat London Calling op de achtergrond was van deze scène. Vertel eens. Zeker. Ja, ik ga toch weer een woord noemen. Intertextualiteit. Sorry. Maar niet het enige. London Calling, hè, dat verwijst natuurlijk ook heel duidelijk naar Billy Butcher. Maar wat ik ook heel erg interessant vind, is een beetje die... wat we bij muziekwetenschappen wel vaak costumische onverschilligheid noemen. De muziek in de scène, die past niet echt bij de sfeer van wat er nou echt gebeurt. De muziek, dat maakt helemaal niet uit wat er precies gebeurt. Leuke voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld in Silence of the Lambs. Op het moment dat Hannibal Lecter gaat ontsnappen. Mm-hmm. Dat hij de Goldberg-variaties aan het luisteren is van Johann Sebastian Bach. Maar ook bijvoorbeeld in Reservoir Dogs. Daar heb je ook een heel bloederig gevecht. En dan hoor je Stuck in the Middle with You op de achtergrond. Ja. En hoe heet dat? Kosmische... We noemen het vaak een beetje een kosmische onverschilligheid. Gewoon de omgeving. Kan niet wijder uit elkaar liggen. Het maakt helemaal niks uit wat er daar gebeurt. Nou, toevallig, want ik zie die poster achter bij jou. En het muziekje speelt achter in mijn hoofd weer even door mijn hoofd. En dat zit ook in Friends... in de aflevering dat ze in Londen zijn... en dat ze Happy een beetje de toerist aan het uithangen zijn. En hier zit het onder een scène... waar twee mensen elkaar letterlijk de schedel aan het inslaan zijn. Ja, ik vind dit een beetje richting de punkrockcultuur gaan in mijn hoofd. Of de punkcultuur. Mijn vader had vroeger een punkrockcafeetje in Arnhem... waar ik vrouwen met botten heb zien drummen. Het was echt te gek. Wat? daar kom je eigenlijk een beetje in de sfeer van... we zijn allemaal lekker gek en het is heerlijk en we genieten van alles. Weet je wel. Dus ik kreeg wel de feels van de muziek zelf mee. Natuurlijk is het qua intercontextualiteit niet heel duidelijk, zeg maar. Maar ik vond wel de feels die het liedje met zich meebracht qua geluiden en qua gitaarrokken en de diepe bas en alles. Dat vond ik er wel eigenlijk juist heel erg bij passen. Daar was ik niet heel... Ik zag geen kosmische onverschilligheid in. Nee, maar dat is het ook. Het past dus wel, maar het straalt een soort nonchalance uit. Denk ik in ieder geval dat Diego bedoelt. Ja, en doordat hij er heel nonchalant mee omgaat, maakt het hem natuurlijk extra badass. Ja, precies. Ja, Kijk, je had ook bijvoorbeeld zo'n muziek als dat Take You Down, wat we eerder hebben gehoord. Dat zou al veel meer de gravitas of van de situatie beter dragen, denk ik. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Nou, ik heb dan nog één scène eigenlijk die ik zou willen laten zien. En we hebben hem eerder al even benoemd. Dus ik ga hem gewoon laten zien. Dad. What's he doing out here? Aren't you guys friends? Ja. Ik ga het woord toch weer noemen, jongens. Intertextualiteit. Citroentje. dit is ook wel een goed idee. Ja. Het is nummer The Passenger van Iggy Pop. Je hoort wel eens als een autocoureur of zo uit de bocht vliegt. Hij was slechts passagier. Nou, hier vliegen ze niet uit de bocht, maar hey. Ja, ik moet zeggen, ik vond juist de Noisy Las, dit nummer heb ik heel vaak gehoord. ik vind juist de Noisy Las die met dit liedje wordt benadrukt in het walsige. En dan la. Ja, gek. De muziek op zich. Ik vind het heel erg pakkend hoe ze dan ook gewoon goed laten zien... wat er dan precies in het vliegtuig zit, dat er echt een kind in zit, gewoon onschuldige mensen, en dat gewoon keihard wordt, gewoon uit de lucht wordt geschoten.
Dat je dan echt, dat je de situatie wel echt begrijpt. Cruelty, zo van wow. Inderdaad, zo wow. Want Homelander was toch juist niet zo erg. Maar blijkbaar is hij dus nog erger dan eigenlijk de andere van de Seven. Ah, dus als je nog ergens twijfels had over wie daadwerkelijk de bad guys zijn in deze serie. Ja, nou, nu is het wel duidelijk, denk ik. Het is gewoon hartstikke corrupt allemaal. Ja, ja, dit is eigenlijk een beetje een knipoog naar het systeem, hè jongens? Conspiracy theorists. Ja. Sorry, ga niet. Nou ja. Dit waren eigenlijk, we zijn eigenlijk door de aflevering heen en waanzinnig interessante discussies. Dan ben ik toch wel benieuwd naar wat jullie het meest aansprekende vonden van de pilot. We hebben natuurlijk heel veel gehoord over wat er niet klopte. Nee. Maar laten we... juist het meest aansprekende. Ja, wat vonden jullie het meest aansprekende? Ik vond dit eindstuk met dat je dus inderdaad erachter kwam dat Homelander ook zo is, terwijl er al meerdere keer werd gezegd van het is niet zo. Dat vond ik op zich nog wel, ja, vond ik echt wel een toffe twist van, ik had in mijn hoofd ook al het idee van oké, hij is gewoon een good guy en de rest is allemaal, zijn een stelletje teringlijns en dat hij dus ook nog wel bad guy is. Dat vond ik wel vet gedaan. Dus, oh, dat stond nog van je tegen, Sjors. Ik dacht dat je die nog wel gezien had. Dat ik dat nog wel door had. Ja, helaas. Die is samen voorbij gegaan. En wekte dat dan wel ook interesse bij jou om toch verder te gaan kijken? Ja, sowieso. Kijk, de opzet vind ik sowieso vet natuurlijk. Van een stelletje vrijheidsstrijders die tegen het systeem van die celebrity superhelden ingaan. Dat vond ik natuurlijk wel vet. En natuurlijk het idee van wat gaan ze aandoen met... je ging ervan uit dat die dood is natuurlijk, die translucent. Maar dat je toch denkt van, hoe ga je jezelf daar redden uit die situatie waar Billy en Huey zich nu in bevinden? Ja. Dat zorgt natuurlijk zeker wel dat je denkt van, ik wil dit verder gaan kijken. Omdat het idee, laat ik het zo zeggen, het idee is natuurlijk hartstikke tof gedaan. Zeker in deze tijd met al die superhelden, dat dit dan allemaal een corrupte bende is. En dat je benieuwd bent, hoe ga je zeg maar supermensen, hoe ga je die exposen en hoe ga je daartegen vechten? Want deze mensen kunnen natuurlijk... En dat zijn er ook niet maar een paar, hè? Zo kunnen ze je wegtoveren natuurlijk. Het zijn er niet zomaar... Ze hebben de macht van de media, ze hebben de macht van... Alles aan hun kant. Dus dat is wel een leuke setup dat je natuurlijk denkt van, goh, hoe ga je het nou tegen letterlijk een soort goden opnemen? En daar ben je wel heel... Maar is het dan misschien toch te makkelijk geweest om Compound V al te introduceren? Om Compound V al te introduceren? Ik had het zeker... Ik vind het niet per se een toevoeging nu nog. Want het maakt nu nog niet zoveel uit. Want je bent nu nog helemaal bezig met Huey en Billy. En dat zij dan, die translucent... Maar het is in ieder geval wel goed dat ze dat nu al doen. Dat je dan een beetje weet van, oké, dat komt nog terug. Dat is iets wat nog terug moet komen. Maar het had ook later gekund. Dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar, Diego, wat vind jij het meest aansprekende? Wat ik het meest aantrekkelijk vond. Ja, echt, nee, echt, aansprekende. Aansprekende. Ja, ja, gewoon dat absurdistische karakter van deze serie. Het begint al gewoon heel raar. Je ziet een meid letterlijk uit elkaar spatten. Ik had echt zin, wat gebeurt hier? Ja. Wat gebeurt hier? Maar ook bijzonder detailistisch. Het was gewoon heel goor. Maar ook... Ik kan me dit nog wel helen. Dit is een leuke anekdote. Ik kan het niet zo snel nu terugvinden, maar ik ben deze serie origineel gaan kijken door Diego. Die had gezegd, jij moet het even checken. Diego is natuurlijk mijn broer en we hebben heel veel... dezelfde smaak in series. En we zijn ook naar heel veel films samen geweest. Dus hij stuurde er van, kijk naar. Ik had zoiets van, oké, dan ga ik het wel even kijken. En hebben ik stuurde we het niet de eerste aflevering samen gekeken? Nee, jij had het al gekeken. Jij zei van, hier, ga het kijken. Ja, okay, maar... En ik zat echt gewoon op mijn telefoon naar hem te sturen van, what the fuck heb je me nou aangeraden? Wat is dit voor serie? Na die eerste 5 minuten ongeveer. Dus is zeker absurdistisch te noemen. Dat is cool. Het was ook gewoon heel goor. Want ze leggen echt heel erg de nadruk ook op de geluiden van het bloed. En eerst helemaal in slow motion, dat je die bloedspetters ook wel gewoon hoort. En ja, als die slow-mo ophoudt, dat je gewoon die hele plas met bloed op de grond ziet vallen. Ja. En de versnelling ineens. Okke, wat was voor jou het meest aansprekende? Ik vind worldbuilding heel interessant. Daar vind ik altijd sowieso een leuk dingetje, worldbuilding. En vooral nu, omdat het... mijn eerste indruk was, oh, daar heb je weer zo'n superheldenzooi, helemaal geen zin in. Maar toen kijk uiteindelijk en dan kom je in een compleet andere wereld weer terecht. En het is
PG-18 en ja, geweldig. Ik vind het juist leuk. Ik vind het heel interessant hoe ze, dan, hoe ze hierop verder gaan in deze wereld. Weet je, waar zitten alle superhelden? Hoeveel superhelden zijn er? Wie zijn er allemaal wel corrupt, wie niet en zo. Daar hou ik echt van. Ja. En Rox? Voel, ja. Ik denk dat worldbuilding ook wel een van mijn... Ik vind de details, ook de details die jij nog daarvoor hebt laten komen, die mij zijn opgevallen. Dat pakt me wel. Dat ze echt wel oog voor detail hebben. Bijvoorbeeld wat ik al zei, dat pispotje voor Starlight. Of die jongens zijn elleboog stoot. Of hoe de muziek wordt gebruikt. Dus ik denk dat er wel genoeg achter zit qua potentie van... ze kunnen hier heel ver mee gaan als ze genoeg geld en mankracht en ruimte hebben om het uit te bouwen. Dan kan er ook iets heel vets ontstaan. Maar er moet natuurlijk wel, ik vind wel, daar sluit ik me wel echt aan bij George. Er moet wel een bepaalde toon gezet kunnen worden die de counterbalance is voor dit absurdistische vorm van humor. Er hoort wel een soort van inlevingsvermogen bij te zitten. Je kan, als je bijvoorbeeld naar Happy kijkt, daar zit ook echt superveel inlevingsvermogen. Die is ook echt absurdistisch. Ja. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien, maar mijn god, wat een rare serie. Happy? Ik vond hem helemaal te gek, ja. Ah, nee, die ken ik niet, nee. Ah, die moet je eens gaan kijken. Die is zo maf, echt. Die is zo maf. Je weet echt niet wat er gebeurt, maar accepteer het gewoon. En dat is te gek. Maar daar zie je de serieusheid wel in van iets wat heel heftig wordt gebracht, maar waar wel echt absurdisme is. Dus ik vind dat de balans wel, dat ik daar wel wat meer in zou willen zien. Vind je dat nu buiten balans? Is dat nu... te veel? Nou ja, ik kijk, wat ik al zei, ik kijk ook troep. Dus voor mij is het een makkelijk kijken. Ik eet een broodje en ik kijk voor de grap naar uit elkaar spattende mensen. Hè? Lekker. Dus er is voor mij wel, ik heb een hoog tolerantie verbogen, laat ik dat zeggen. Ja. Ik kan veel hebben. Dus voor mij, als ik kijk naar echt goed... En in anime, want je was anime fan, daar is dat natuurlijk ook al heel snel is dat in. Dat er, ja, er is veel troep, maar... Ja, nou, niet troep, maar dat er gewoon veel absurde dingen gebeuren die weggerationaliseerd worden, zeg maar. Nou ja, het verschilt natuurlijk wel per anime. Kijk, als je kijkt naar Death Note bijvoorbeeld, dan zit daar wel echt een bepaalde vorm van diepgang in die eigenlijk zo diep gaat dat je eigenlijk niet meer normaal ernaar kan kijken. Maar als je dan kijkt naar Ajin of zo, daar vind ik het nog wel gebalanceerd dat het niet te diep gaat, maar wel ontzettend ver gaat, zeg maar. Mm-hmm. Dus er zit wel verschil in. Maar inderdaad, je moet toch accepteren dat er rare humor is van alle kanten. En iedereen heeft dezelfde vorm van humor en dat maakt humor. Nee, klopt. En wat voor mij wel echt hetgene was waarom ik de serie verder wilde kijken, en stiekem heb ik de hele serie al gezien, was het feit dat er eigenlijk nu een soort, inderdaad, en dat is grotendeels te danken aan Marvel, een soort cultuur ontstaan is van superheldenfilms en wat een superheldenfilm is. En als het geen Marvel is, dan is het eigenlijk bijna per definitie al slecht. Dat is de een beetje, ja, ik zal het maar even de meta noemen. En dat dit eigenlijk de serie begint met alles wat Marvel niet is en hoe ze dat dan uit gaan bouwen. Dat vond ik dan weer heel leuk om te zien. Van hoe ga je in een wereld waar dat zo established is als DC en Marvel en... Ja, dat is zo, ik vind dat eerlijk gezegd juist een makkelijke prooi, ga ik eerlijk zeggen. Ik vind juist dit is een... Als je nee, maar om dat goed te doen, hè? Om het goed te doen. Ja, goed te doen, ja. Dus, dat ze goed hebben gedaan, ja. Eerlijk gezegd. Ik ben gepakt. Ik vind het sowieso beter dan DC. Dat sowieso. Maar ik ben gepakt. Ik ga verder kijken. Ik ga zeker verder kijken. Ik ben echt heel benieuwd wat allemaal nog gaat komen in die serie. Nou, eigenlijk loop je al een klein beetje op mij vooruit. Want wat ik jullie zou willen vragen is wat is jullie would watch rating op een schaal van 1 tot 10? Zou je het verder gaan kijken? Voor mezelf of voor het publiek? Voor jezelf. Gewoon wat jij vindt. Je zit hier om jouw mening te geven. Voor mezelf zou ik zeggen 7,5, 8. Maar ik ben genereus. Dat wel. Ik sta altijd een punt boven. Omdat je veel troep kijkt. Het is voor mij wel echt een 6,5, 7. Maar dat komt vooral door het feit dat die afleveringen heel lang zijn. Ben ik persoonlijk heel slecht in. Maar misschien, ik ga het toch wel een kans geven. En als het gewoon telkens wel weer leuk is. En ik snap het verhaal en de characters die begrijp ik. Dan ben ik vaak wel in om gewoon lekker te kijken.
Dus ik hoop dat, dat ze daar doorgaan. Dat veel diepgang en zo. Dus dat vind ik ook fijn. Echt, je geeft echt precies aan. Ik zeg 7,5-8. Jij zegt 6,5-7. Ik zeg ja. Een cijfer erboven. Ja. Ik wil ook 6,5-7 zeggen. Heel eerlijk. Ja. Dan, Short. Ja, nee, 6,5-7. Ja, misschien tussen de 6 en de 7 in. Ik denk dat wel prima is. 6,5. Als je echt even niks te doen hebt, dan zet je die aan. Heel eerlijk, ik heb dus de tweede aflevering al gezien. En de derde ben ik een beetje doorheen niet geskipt. Maar gewoon dat ik wel wat minder aandacht eraan heb gegeven. Want de eerste twee, ik heb echt volle aandacht ernaar gekeken. En bij de derde dacht ik, Is het echt een binge-waardige serie? Want ik had zelf het eerst, toen ik de eerste had gezien, dat ik niet per se dacht van, ik moet nu aflevering 2 zien. Dat had ik niet. Nee. Ja, nou ja, ik denk dus dat je natuurlijk af en toe een beetje moet bijkomen van wat er nou allemaal is gebeurd net. Ja. Ja, joh. Ja. Wat zou jouw cijfer zijn, Diego? Ja, ik vind het best lastig. Ik heb seizoen 1 heb ik volgens mij in één keer best wel snel gekeken. En op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Ik weet niet waarom. Misschien tijd of zo. Maar na vanavond heb ik wel weer zoiets van, ik wil eigenlijk wel weten nog hoe de rest van die serie nou verder is gelopen. 7,5 wil ik er wel aan geven voor een watch. Ja. Nou ja, mijn cijfer daarvoor zou ook een 7 zijn. Er gebeurt inderdaad echt een hele hoop in de pilot. Een hele hoop wat onbesproken blijft. Een aantal dingen worden later ook nog wel aangestipt en verduidelijkt en uitgebreid. Wat dat wel weer een beetje goed maakt. Maar ik baseer mijn cijfer echt op de pilot van, hey, zou ik hier verder mee gaan? Ik heb hem wel vrij snel afgekeken. Maar ik ben ook wel een persoon dat als ik aan een serie begin, dan kijk ik het ook wel echt door. Want ik wil dan weten, wordt het beter of niet? Ga happy kijken. Dus ja, die zal ik zeker aan mijn lijstje toevoegen. Nou goed, ik weet niet of jullie verder nog wat hadden toe te voegen. Maar ik denk dat we er mooi doorheen zijn gekomen. Ja. Zeker, ja. Wat zei je, Ros? Ik zou vooral tegen de chat te zeggen om te gaan kijken zelf. Om erachter te komen wat er nou en te laten weten wat je er dan ook zelf van vond. Ja. Zeker. Ja, ik ben wel benieuwd hoor. Ik ga de discussie aan met iedereen. Dus, Leuk man, ik doe met je mee. En als je ooit Breaking Bad pilot gaat behandelen, dan wil ik daar heel graag bij zijn als het kan. Ik schrijf hem op. Ik wil ook bij zijn. Dat is echt een favoriete serie. Gedeelde derde plek, eerste plek. Ja, precies. Nou goed mensen, dan ga ik jullie enorm bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik vond het echt waanzinnig leuk. Waanzinnig goede gesprekken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Dus jullie zijn van harte welkom voor een vervolg. Dan zeg ik nu aan iedereen die het kijkt, dank jullie wel voor het kijken. Ik zie jullie heel graag bij de volgende weer. Later! Yes. Tot ziens!